Het is vandaag maandag 15 november. En ik zit hier tegenover, via Zoom, tegenover drie van mijn favoriete mensen. Namelijk Sander de Rijken, Sven de Ridder en Alex Engdieu. Welkom, heren. Dankjewel voor de uitnodiging, Fokke. Alweer. Alweer erom. Nog maar eens voor de zoveelste keer. Ja, we hadden toch niks beters te doen. Het is maandagavond. We gaan wel. Sven, jij ziet er een beetje uit, gelijk Sinterklaas met dingen achter u. Dat is echt zo. Ik zit al een tijd te wachten tot ik cadeaus ga beginnen te delen. Ja. Dat is allemaal. Het gaat niet gebeuren, denk ik. Maar heren, we zitten hier vanwege... is iemand dood? Nee. Harry Potter, de eerste Harry Potter film... kwam uit in 2001. Die kwam november 2001 uit. 20 jaar later. 20 jaar Harry Potter filmgeschiedenis. Ik zou begon niet weten wanneer het eerste boek uitkwam. Maar dat is natuurlijk ietsje eerder. Tja, ja. En dan gaan we even over de films van Harry Potter babbelen. Nu, ik heb ook al met Amelie Albrecht over gebabbeld. Die had die films en boeken gelezen. Lang verhaal. Horen we zo meteen. Ik heb ook... met de Sorting Hat Revisited podcast dame gesproken. En dat is Shalini van de Langebergen. Die gaan we ook zo aan het woord horen. Jullie hebben daar ook al aan meegedaan, hè? Ja. Die Sorting Hat Revisited podcast. Ja. Dus, maar goed, dat ging over bij welk Harry Potter huis horen we. Wij gaan het hebben over de films. Laten we beginnen met de jongste in het gezelschap. Mm-hmm. Sven de Ridder. Nee. Sander de Rijken. Films, boeken, gelezen, gezien. Eerst, hoe zat het bij jou? Ik kan nadenken, hoor. Ik denk dat ik de films eerst gezien heb. Ik heb ze wel allemaal in de cinema gezien, denk ik. Vanaf 3 heb ik ze allemaal in de cinema gezien. Ah ja. Maar ik associeer eigenlijk de eerste Harry Potter vooral met dat die uitgezonden wordt op kerst op de BBC. Ah ja. Voor mij zit die zo in dezelfde stijl als Home Alone. Ik associeer die heel erg met kerst. Snap ik. Ja. Omdat BBC die altijd uitzendt rond die periode vaak, ook voor de middag. Ja. En ik denk dat ik na Goblet of Fire, of na de film, geen geduld meer had om te weten waar het naartoe ging. Dus heb ik de audioboeken gehoord. Ah ja, Stephen Fry. Ja, en dan de allerlaatste boek heb ik gelezen. Dus Oké. En dan heb je het laatste boek gelezen en dan had je die andere boeken niet gelezen? Nee. All right. Oké, cool. Ik wou gewoon weten hoe het afliep. Ik had er geen geduld voor. Sven? Ik heb de films dit jaar voor het eerst bekeken. Ach, goed. All right. Voor die Sorting Hat Revisited podcast? Nee. Omdat mijn dochter... mij ertoe heeft aangezet. Ik had dat nog nooit niet gezien. Ik dacht ook van, dat is niet echt dit voor mij. Ik was zo de Lord of the Rings. En je had zo twee kampen destijds. Hè. Je had zo of de Harry Potters of de Lord of the Rings. En ik vond de Lord of the Rings wel cool. En Harry Potter dacht ik van, oh, dat is iets voor klein mannen. Ik zal dat ooit wel eens zien. Dat is er dan ooit van gekomen, totdat mijn dochter er echt, die nu 12 is, door een Engelse vriendin eigenlijk, is toe aangezet van, ja, je moet dat toch zien. Die heeft hij in één ruk uitgezien, op een week of twee, en dan gezegd, papa, je moet die echt zien, en ik kan ze allemaal terug meezien met u. Oké, en dan heb ik dat gedaan, omdat ik haar ook al die Star Wars heb moeten laten. Ja, dat moet je ook wel. Ja. Dus is een soort dwingende familiedingen. Nu moet jij die film kijken. Voilà. Ja. Dus ik heb die dit jaar eigenlijk voor het eerst gezien. Ook in een trek, zo op een week of twee. Ja. En? Moet ik het nu... Do I have to spill the beans already? Ja, nee. Vind je het goed of vind je het slecht? Ergens ertussen. Oké, alright. Maar dus in de boeken... Dat is een goeie Sven de Ridder antwoord. Ik vind het wel tof. Het scheelt van film tot film, uiteraard. Ja. Ik heb geen spijt dat ik het uiteindelijk gezien heb. Nee. Absoluut. Ja. Hey, en met de boeken ook niet gelezen dan? Niet de drang gekregen om die boeken wel te gaan lezen? Nee. Oké. Okay. Ja, van Alex weet ik denk ik zeker dat je de boeken ook gelezen hebt. Ik ben ermee begonnen zelfs. Ah, ja. Zeer typisch eigenlijk. Maar dat is wel... Ja, hoe kwam dat? Ik herinner mij dat zelfs nog.
Ik was ziek en ik kon niet gewoon werken. En ik had een maat destijds die dat die boeken allemaal had. En dat was tot en met boek 3, denk ik. Ik denk dat je de Philosopher's Stone, de Chamber of Secrets en de Prisoner of Azkaban, dat degene waren die toen al uit waren. En die heb ik toen zo in één trek allemaal gelezen. Ik moest 2 weken thuis blijven. Ik mocht niet gewoon werken. En ik heb die allemaal uitgelezen. En ik vond dat eigenlijk direct keigoed. Alright. Die boeken, ja, ik vond dat heel leuk. En ik denk dat ik dan sinds... Hè, want die boeken waren al uit. En sindsdien heb ik ze ook altijd gekocht elke keer dat de nieuwe uitkwam. Ja. Dus die liepen ook een beetje voor op de films altijd wel. Ja, ik heb het hier net even op het interwebs opgezocht. En het eerste boek is in het Engels verschenen in 97, in het Nederlands in 98. En dan zit er steeds inderdaad een jaar verschil tussen. En dan bij de vuur, Goblet of Fire, is het gewoon hetzelfde. Maar nee, zit er een half jaar tussen. Dus 2000, 2003. 2000. Het laatste boek is van 2007 en de laatste film is 2011. Dus het loopt echt heel dicht tegen elkaar. Ja, dat kwam inderdaad allemaal heel rap achter elkaar en zo. En dat was het was bij mij wel hetzelfde als bij de Xander, dat ik dat ook heel hard associeer met Kerstmis of zo. Ah, ja. Ik vind dat ook zo heel hard die periode. Want je hebt natuurlijk ook met elke film en elk boek is eigenlijk ook een schooljaar. Dus je krijgt natuurlijk de winter, de herfst, de zomer. Je krijgt al de seizoenen. Ja. Er zit ook altijd wel dat heel kerstachtig stuk in. Klopt. Dus, en ik vind dat er wel goed bij passen. En ik had wel hetzelfde... ik heb niet hetzelfde als Gijsvin met Lord of the Rings en Harry Potter. Maar wat ik wel had, was omdat je Lord of the Rings net gezien had... moest Harry Potter wel van heel ver komen. Zoals ik ging kijken, dan dacht ik wel van... ik ben eens benieuwd wat dat gaat worden. In de allereerste film, dat is geregisseerd door Chris Columbus, zeker? Yes. Ja. Ja. De allereerste, ik vond dat in het begin een beetje kinderachtiger. Ja. Ik zag dat wel en ik vond dat leuk, maar ik had wel zoiets... ja, dat heeft niet... de gravitas van een Lord of the Rings. Wat die reeks eigenlijk later wel meer en meer krijgt. Ja. Maar wat die in het begin voor mij veel minder had. Nee. Zo. Maar ik vond het wel een goede verfilming, dat wel. Ik had niet... Is dat zo? Ja? Ja, ik vond dat niet verschrikkelijk of zo. Ik vond de ene ook niet verschrikkelijk. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een van mijn favorieten van de reeks. Allee, niet mijn favoriete, maar die zit toch zeker in mijn top... Dat verbaast mij niks. In mijn top 3. omdat die een ongelooflijke sprookjesachtige sfeer uitademt. Mm-hmm. Dat is Disney zonder Disney te zijn. En dat vind ik wel tof. Ja. Dat is ook de film met de meeste kleur. Als je die films kijkt, hè... met ondertiteling. Hoe verder dat dan gaat, hoe minder kleuren. Dat is waar. Dat is op zich Zack Snyder. Het heeft nog lang geduurd. Vind jij die ondertiteling niet lastig? Ik had het daar wel moeilijk mee, omdat ik die boeken nooit gelezen had. Dan heet die gast Dumbledore, maar die heet dan Pergamentus. Ik vond dat hele irritante vertalingen, dat ze die mensen hun naam niet... Daar zit er toch de Engelse ondertiteling op? Ja, dat heb ik dan met de David... Maar in de cinema was dat niet. Ik heb geen ene gezien in de cinema. Ah, nee, natuurlijk. Ja. Ja, dat is juist. Maar jij zet er dan de Engelse ondertiteling op? Meestal zet ik de Engelse ondertiteling op, of zelfs niet. Want Xander, heb jij dan dat laatste boek, heb je dat in het Engels gelezen of in het Nederlands? Ik heb dat in het Engels gelezen, ja. Maar ik weet nog dat dat zo wat de discussie was toen die laatste boek uitkwam. En er echt nog mensen moeten wachten een half jaar op die Nederlandse vertaling. Dus die waren echt hartstochtig spoilers aan het vermijden. Maar ik denk van, leer gewoon Engels. Allee, bedoel... Al die personages die heten anders, dat is super verwarrend. Ik heb echt al discussies gehad met diehard Harry Potter fans die geen Engels woord kunnen. Je zegt zo naast elkaar aan het praten. Ja, maar dat is dan in die kamer van Pergamentus. Wie de fuck? Wie is die man? Dus daar al maar die leeft nog, hè? Dumbledore is dood. Ja. Zo constant. Zo Dumbledore is dood. Oh, dat is geen spoiler, hè? Wie was dat? Die was niet belangrijk. Jou toch wel. Ja, en ook, en blijkbaar ook, dus behalve vind ik dat het heel die vertaling heel lastig is. En het feit dat ze die personages andere namen geven en zo. En dan, waarom? Waarom hebben ze dat gedaan? Dat is... Omdat dat eerste boek zo waarschijnlijk was en dan hebben ze het maar volgehouden. Ja. Alex, jij weet dat misschien.
Geen idee van. Ja, ik denk het waarschijnlijk wel. Ik denk dat ze dat vroeger deden, ze dat ook veel meer dan nu. Hè. Je merkt ook dat heel veel van die... Ja, maar vroeger, ja, dat is toch wat 20 jaar geleden. Je hebt toch een 97, hè? Ja, maar ja, dat is dan toch nog wel zo. Je voelt dat dan bij sommige dingen, dat ze dat... Nu doen ze dat helemaal niet meer, heb ik de indruk. Nee. Ook bij zo, hoe zeg je dat, young adult literatuur. Zo, dat ze ja, maar zo... bij Lord of the Rings hebben ze dat toch nooit gedaan? Gauw. Nee, ik denk het niet. Hè. Gauw, ja. Bilbo Baggins en niet Baggins. Dus ze hebben toch wel een beetje wat namen veranderd. Ah, dat is gewoon omdat alles voor 2000 werd vertaald door Hollanders en nu zitten we daar. Dat is een beetje waar, denk ik, Xander. Ik denk dat is. Dan die gewoon zo van... Ja, Hermione is te moeilijk, laten we er Hermelien van maken. Hermelien Griffel. Nee. Luna Leeflang. Ja. Draco Malfidus. Ja. Fred Weber, ik heb ze hier op staan, hè. Ja, als ik het goed zeg, het is inderdaad heel Nederlands. Lumbermans, Ginny Wemel, ja, die heet Wemel allemaal natuurlijk. Albus Perkamentus, Hildebrand, Slughorn, oké, dat is gewoon letterlijk vertaald, Slughorn. Mm-hmm. Ja, Snape is dan met twee E's in plaats van S-N-A-P-N-A, ja, en dan. Mm-hmm. Hagrid is hetzelfde blijkbaar. Mm-hmm. Minerva Anderling. Lupos, Remus Lupos, nou ja, het is gewoon... Anderling, dat is McGonagall zeker, hè? Is dat niet? Of wie... Wacht, hè. Ja, McGonagall, ja. Ja. Maggie, dat is Maggie Smith, is dat, ja. Who is Miri Saxon when she talks in Harry Potter, which she doesn't always have, but she has it there. Ja, dat is... en dan, omdat de Amerikanen ook randebielen zijn, blijkbaar. The Philosopher's Stone, dat was moeilijk, hè? Dat was heel moeilijk. What the hell is a philosopher? Ja, dus de Philosopher's Stone is dan de Sorcerer's Stone geworden, die eerste film. Ja, Sword in the Stone, de Sword, ja. 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 Nog een beetje, mm-hmm. een beetje Disney. Maar inderdaad, die eerste film is van Chris Columbus. Niet te verwarren met de zeevaarder. Italiaanse ontdekker. Italiaanse ontdekker. Wellicht had hij veel gedaan. Amerika ontdekt en Harry Potter geschreven. Hey. je hebt geregisseerd zelfs. Ja, geregisseerd. Ja, ja, De man heeft Gremlins geschreven, ja. The Goonies en Young Sherlock Holmes heeft hij geschreven. En Home Alone en Mrs. Doubtfire hier achterbij geregisseerd. Adventures in Babysitting. Ah ja, klopt. Keigoed. Ja, ook leuk. Keigoed. Ja. En de man verjaart op 10 september, dus hij heeft toch één positief puntje wat dat betreft. Nee, hij heeft dezelfde verjaardag als ik. Dan is hij verwekt onder de kerstboom. Ja, ik wellicht dat ook dan. Ja. Ah ja, als je in september geboren is er in december verwekt. Ah ja, maar ik zat gewoon echt heel plastisch met die onder de kerstboom in mijn hoofd. Ja. Dus de ouders van Chris, mijn ouders en die van Chris Columbus onder dezelfde kerstboom aan het neuken. Het is geen reden om te weten of iemand onder een boom is verwekt. Ja, de kerstboom stond al. Ja, dat was een van die sleutelfeestjes, was dat zo. Ja. Die heeft dat wat met elkaar geëindigd en zo gaat dat even. Ja, zo gaat dat. Zeker. ik ben eerlijk gezegd niet de grootste. Ik bedoel, met alle respect voor Chris Columbus en zijn oeuvre, ik vind die eerste films niet zo goed. Films. Okay. De twee vind ik ook minder. Persoonlijk, de Chamber of Secrets, dat is ook van Chris Columbus, hè? Ja, die zijn allebei. De eerste twee zijn maar allebei dus Philosopher's Stone en... Maar de eerste is, vind ik wel feeriks, hè? En tof. En de grootste reden waarom dat die ook bij mijn favorieten zit, is... Ja. Inderdaad. Richard Harris. De man die Dumbledore speelt is Richard Harris in de eerste twee films. Dan overlijdt hem en wordt hij... Spoiler! Nee, de acteur overlijdt. Dat is spoiler. Dumbledore gaat in een andere film dood. maar dan wordt het Michael Gambon. Ja. Het verschil is enorm, vind ik. De mystiek en de Gandalf-achtige ernst die Richard Harris ook meebrengt naar deze personage. En dan de ludieke Michael Gambon. Ja. Vind ik ook, hoor. Ook qua energie helemaal anders. Ja, veel te jong, Gambon. Bij dingen, ja, je zegt het natuurlijk, hij was oud en ziek en zo. Maar daarom perfect zo heel hard dat... You must think Harry Potter. Die is die mooie. En dan kreeg je... Silence!
Prince! De andere die er zit lopen. Everyone! The Trey Wizard Tournament! En ik denk, oh, wow, wow, kalm. Kalm aan, Dumbledore. Wat is er hier gebeurd bij Dumbledore? Hebben we een lintje gesnaven, vrienden? Zijn we naar, hoe heet die winkel geweest waar ze zo al dat snoep verkopen en verkopen zonder de toog nog ander snoep? Of ja. Dus Team Harris all the way, Xander ook? Dingen van Dumbledore's. Ja. Ja, ik denk ze hebben allebei hun eigen stijl. Ik like, van de eerste geloofde ook echt dat hij 300 jaar oud was natuurlijk. Ja. Maar het is altijd, ja, would have, could have, should have. Ik was wel benieuwd geweest wat hij er origineel mee zou gedaan hebben. Ze moesten hem 7 films meegedraaid zijn. 8 ja, ja dat was hem in de juiste film ook echt gestorven. Ja, en dan denk ik dat ik veel meer geraakt was geweest. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, ik vond in ieder geval dat Richard Harris ook meer dat vaderlijke uitstraalde naar Harry toe ja. dan dat Michael Gambon. Michael Gambon is wat de een beetje de zotte onkel, dus ja. De vader. Ja. Je gelooft dat de gay Dumbledore is, eigenlijk. Dat is de wild partying Dumbledore. Flamboyantere Dumbledore. Ja, de ene was eigenlijk gewoon gay, de andere was queer. Dat was ook nog een lifestyle erbij. Zo met pluimen in zijn gat en zo in het weekend. Dat was een beetje daar. Zo. De ene ging naar Gay Pride bescheiden kijken met zijn vriend en de andere stond bovenop de float. Zo, bloot bovenlichaam, ja. Een beetje daar, zo ketting er rond, een beer er even met een grote baard en ingeolied. En ik ben even opgewonden en ik ben direct terug. Kom, ja, dat is goed. Ga maar even je op het toilet terugtrekken. Of ja. Aftrekken. Kijk, ik heb twee woorden. Nee, twee woorden voor je. Waarom de ik denk dat de tweede film is, maar ik weet niet zeker waarom ik die niet zo goed vind. En dat is een grote spin. Die is niet eng. Als een grote spin niet eng is, dan is je film niet goed. Ja. Is dat okay. In de eerste of in de tweede film? Tweede. Ja, in de tweede. Maar hè? Voor kinderen is die wel eng, Fokke. Voor mij is een grote spin vaak eng, hoor. Ik ben geen fan van grote spinnen. Hmm. En in die andere films die later komen, is die wel eng. Had hij niet ook de pech om zo tegelijkertijd met Shelob in de cinema te zitten, waardoor dat we die eerst gezien hadden en dan ook nog eens die van Harry Potter en zo door hadden? Van Lord of the Rings. De grote spin van Lord of the Rings, die veel griezeliger is. Grote spin van Lord of the Rings? Enge spin, hoor. Nee, maar die zit er pas in de derde film in, denk ik. Maar, ik weet het niet, dat was nog niet dan, denk ik. Dat was die in de Two Towers, volgens mij. Nee, in een boek wel, maar niet in de film. Zo is het. Ja, juist. Nou goed, maakt niet uit. Ik vind de grote spin niet eng. En dat vind ik dat is een teken van... Het is te veel een kinderfilm. Het goede is natuurlijk... Meer dan de eerste. De twee, ja. Dus die mensen met een auto, dan ze vechten met die een boom toch, hè? Of niet? Dus met die vliegende auto moeten achterkomen, is dat een ja. Twee? Ja, dat is een twee. Is dat die een of is dat Prisoner of Azkaban met die vliegende auto? Ik weet het niet meer. Ik haal die ook allemaal een beetje door elkaar, omdat ik ze al zo lang niet meer gezien heb. Dat is wel het voordeel van die ene film, de Goblet of Fire. Want dan weet je nog wat er gebeurt. Dan weet je nog wat het verhaal was van die film, toch? Bij die andere is het zo, loopt het allemaal een beetje door elkaar. Ja, nou, er zijn er nog wel andere die ook wel op zich staan. De volgende die je aanhalen, trouwens. Prisoner of Azkaban, ja. Prisoner of Azkaban, derde film. Is toch wel op zich, vind ik. Ja. Een hele goede boek ook, is dat. Is dat niet dat is een beetje gewoon de beste film van een hoop, eigenlijk? Dat vind ik niet. Het is mijn tweede favoriet. Allee, persoonlijk, hè. Ja, ik vind dat wel de beste. Ik vind ook de beste regisseur dat erop gezet is. Dat is... Ja, natuurlijk. Ja. Toch? Dat is Alfonso Cuarón. Ik vind dat de enigste Harry Potter is die een beetje magisch overkomt. Vind ik ook. Die heeft er zo'n filtertje over gelegd. Zelfs die eindje, Rick, is goed gedaan, met die mappen al. Iets trager kleur voor Sven, denk ik. Sven? Nee, maar ik vind de drie is mijn tweede favoriet. Dus voor mij is de Philosopher's Stone, dan Prisoner of Azkaban. Ook voor Gary Oldman. Ja. Mm-hmm. Geweldig. En ook heel het werewolven vooral. Hè. Ik ben een sucker voor werewolves. Dus dat is... Ja. En het zijn goeie, het zijn knappe werewolven. Het is goed gedaan. Dat is Remus Lupin, zeker. Hè? Ja, Remus Lupin, gespeeld door David Tulis. Een van mijn favoriete acteurs aller tijden. Hè. De man uit Naked, een film die ik 9 keer in de cinema gezien heb. Mm-hmm. David Tulis die daar... in de derde film komt wel heel erg tot uiting dat J.K. Rowling op dat moment eigenlijk maar één verhaallijn had. Namelijk de leraar van de Dark Arts
loopt mis. Dat was eigenlijk al 3 films aan de hand op dat moment. Die eerste film is het, dat je het godverdomme niet eens meer weet. Maar in de tweede film is het Kenneth Branagh. En in de derde film is het David Tulis. En elke keer draait het ook rond de nieuwe dark arts, dark wizard art teacher. Ja, Defense eigenlijk... Against the Dark Arts. Dat is eigenlijk de ding is. En je hebt ook vanaf boek 1 en film 1 door dat Snape eigenlijk keihard die positie wilt, maar dat hem die nooit niet krijgt. Ja, ja. Ja. Die is altijd leraar van potions en die is altijd een beetje slecht gezien dat iemand anders altijd die positie krijgt. Een beetje pissig, ja. Ja, sowieso een beetje pissig. In de eerste film weet ik weet niet meer hoe het personage heet, maar die is eigenlijk bezeten door Voldemort. Hè. Er is een deel van hem dat daarin zit. Ah, dat is Ian Hart. Ian Hart. Ja, hoe heet dat figuur nu weer? Oh, ik weet het niet meer van buiten. Maar, een beetje in Malignant hebben ze een beetje nagedaan. Is dat echt? Ik heb dat nog niet gezien. Ah, oké. Okay. Dan zeg ik niks. Dan zeg ik dat niks. Is helemaal niet erg. Nee, ik vind het niet. Maar, nee, maar Alexander, je hebt dat gezien, hè? Ja. Ga maar stoppen, hè? Ja. We mee. Maar en dan gelukkig vanaf de vuurbeker, dan denken ze, oh ja, dan moeten we ook wel eens iets anders proberen. Heb je ook het gevoel, en dat is alleen, dat weten jullie misschien, Alex, dat die boeken ook steeds beter geschreven en gescript werden, dat gewoon ook steeds beter werd? Want die werden ook veel dikker. Hè? Ja. Dus in het begin was ook overduidelijk dat de allereerste 2, denk ik, al zeker. Dus ze zijn altijd maar dikker en dikker geworden, ook naarmate dat ze uitkwamen. Ja. Maar je merkte ook wel dat J.K. Rowling, denk ik, door had, dat na een paar boeken dat hij ook door had, dat hij niet alleen meer voor young adults of kinderen schreef. Ja, ja. Wat in het begin een beetje wel was. En dat was allemaal zo wat simpeler en dat las heel vlot weg. Maar je hebt er films van gemaakt weer ook. Ja, dat is misschien wel, ik weet het niet. Ik hou ook wel van de latere Harry Potter boeken als het zo wat donkerder en serieuzer allemaal wordt. Maar je merkt wel dat zo de Goblet of Fire, dat zowel bij de boeken als bij de films de overgang is. Hè. Dat is vanaf het moment dat Cedric Diggory doodgaat, dan wordt het ook ineens serieus. Hè. Ja. Ja. Dan voelde zo, oei, het krijgt een hele donkere ondertoon. En dat laatste sprookjesachtig gaat er dan een beetje af. Want bij de volgende film kreeg je dan die aanval van de Death Eaters tijdens dat Quidditch-toernooi. En dan wordt het echt allemaal veel grimmiger zo. Ja, dan wil ik trouwens ook even vragen, want Quidditch vindt dat niet goed in beeld gebracht, eigenlijk geen enkele keer. Ik snap dat spel niet, en ik denk ook dat het een stom spel is. Mag ik dat zeggen? Ik heb het gezegd. Want het is Harry Potter moet achter dat kleine vliegende balletje aan, die teelbal, en dan die andere moet met die hebben eigenlijk een soort rugby, merken voetbal, maar op bezemstelen. Maar dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Ja, basically niet. Hè. Als je dus de snitch vangt, is de wedstrijd gedaan. Dus die snitch die vliegt daar gewoon. Dan moeten we mensen achteraan en los het maar op. En dan moet die andere er achteraan eigenlijk. Hè. Ja, de sneaker moet er achteraan. Want als de rest hem vangt, klaarblijkelijk telt het niet. Hè. Het is alleen een dier dat hem moet vangen. Maar dus dat is een spel zo tijdens een spel eigenlijk. Ja. Ik vind dat slecht bedacht. De meest spectaculaire scènes uit de films, dat is zo sport en daar ben ik niet zo voor. Ja, maar ik vind het ook gewoon niet zo goed bedacht. Het is heel één op één. En dan ook nog, we geven iemand een speciale opdracht, maar die opdracht heeft niet echt iets met het spel te maken. Ja, het is Harry Potter, dus hij wint ook altijd. Ja. Ja, en het is ook, wat ik er ook wel koddig aan vind, is dat zo laws of gravity er ook totaal niet meer toe doen. En ze zo ergens tegen vliegen of afvallen tijdens... Die vallen soms en dan vallen die vallen echt letterlijk een flat gebouw naar beneden en die zijn allemaal oké. Okay, terwijl dat je denkt, als er normale kinderen zijn, dan zijn die allemaal dood. Hè? Of de helft ervan toch. Als je ziet, worden die allemaal tegenvliegen of doorvliegen. De helft van de tijd, zeker later, eindigt dat spel ook volledig buiten die arena. Dus iedereen dat er zit, heeft ook zoiets van, geef de popcorn maar eens even deur, want het kan nog even duren. Krijgen we schermen? Ik heb hier de beste plutsen en ik heb hier die kloten gezien. Hè, zo'n beetje dat. Hoewel wat ik er wel tof aan vind, is zo dat, zeker als ze zo naar die world games gaan, en je krijgt zo dat overdreven groots ervan,
dat je ook door hebt dat zo in de Wizarding World, dat dat echt het voetbal van daar is, hè, dat iedereen zo mega overdreven fan is. Het is ook heel Engels, hè. Dat vind ik dan ook wel weer grappig, dat iedereen een chalon en zo wel gaan maken met elkaar. En je hebt nog juist Slytherin, hooligans, maar de rest precies niet. Maar je voelt toch wel dat dat misschien ook wel eens zoiets een meeting op de parking is, waar die zo mee bezemstelen op mekaars bakken slagen. die elkaar betoveren in kikkers en zo. Gruwelijke taferelen. Fokken, dat is verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Oké, goed. Met hooligans erbij vind ik het al beter. Ja, goed. Hè. De Russen hebben er zeker. Ik weet het. Die van Durmstrang, die hebben er zeker bij, denk ik. Trouwens, goede naam, hè. Durmstrang. Moest wel een beetje lachen. Zo. Zeg, ja, dus wat er zijn ook... dat komt in die Sorting Head podcast. Komt er ook aan. Er zijn vier huizen, vier soorten dorms waar je in kunt zitten als tovenaarsleerling. Ik heb de podcast opgenomen, hij moet nog, komt nog online pas over een half jaar of zo. Maar ik ben Ravenclaw. Mm-hmm. Wat waren jullie? Of wat zijn jullie? Hufflepuff. Hufflepuff, Sven? En jij, Xander? Ik dacht dat Gryffindor was. Ah ja. En Alex? Ik was Slytherin. Maar ik... We zijn van alle vier heen! We zijn alle huizen zender. Maar ik had ook evenveel potentieel, houd u vast, om een Gryffindor te zijn. Ah, toch ook? Omdat ze tegen mij had gezegd, ja, jij bent eigenlijk degene die dat meer... Ik was meer zo de Kylo Ren, zo, degene dat eigenlijk een goeie is, maar om cool te doen, ze wat slecht wilt zijn. Ah ja. Maar die had zo wel door van, ja, ik had zo wat karaktertrekken, zo gezegd, want er wordt dan zo'n serieuze psychologische analyse van u gedaan. Ja. En dan gaan ze uitmaken wie dat jij zit. In welk huis dat je zit. En dan blijkt dat zo een aantal van de... Dat ik genoeg, hoe zeg je dat, gewetenloze ambitie had voor een Slytherin te zijn, maar tegelijkertijd ook nog wel zo de drang had om een oké mens te zijn naar mijn medemens, wat dan weer meer in Gryffindor lag of zo. Allee, ik weet het niet. Ik vond het allemaal heel verwarrend, fokken. Ik ben er nog altijd niet helemaal uit. Ik heb met Shalini van den Langeberg, waar die de podcast maakt, heb ik ook even een kwartiertje gebabbeld. En daar gaan we dus... Die heeft die podcast en dat is natuurlijk een enorme Harry Potter fan. En daarom gaan we daar nu eventjes naar luisteren. Fokcast. Shalini van den Langeberg, welkom. Hallo. Mensen moeten jou kennen van de Sorted Head podcast. Yes, zeg ik het juist? Dat zou kunnen. Ze moeten mij niet kennen, maar het is wel leuk. Zou als wel ze mij moeten. Kennen. Zou wel kunnen. The Sorting Head Revisited. Sorting Head Revisited is een podcast over. Met als aanleiding Harry Potter en over Harry Potter, maar ook over de gasten. Ik zit in het volgende seizoen, mogen we al verklappen. Ja. En dan heb ik jou ontmoet. En dan blijkt dat jij natuurlijk, ja, logischerwijs, een grote Harry Potter fan bent. En we gaan het nu vooral hebben over de films, want dat is meer mijn dingetje. Heb jij eerst de boeken gelezen of eerst de films gezien? Een beetje een mengeling van de twee, omdat ik was een van die mensen die eigenlijk een beetje laat was met de hype. Ja. Omdat ik was aanvankelijk echt zo... Ik heb zo soms een beetje een weerstand voor dingen die een hype zijn. Dus als iedereen het leuk vindt... Voilà. Ja. Dus ik dacht eerst van Harry Potter, dat gaat zo niet mijn ding zijn. En dan achteraf toch mijn ongelijk moeten toegeven. Ja. En beseft van, oh shit, dat is nu wel echt een ding. En heel goed, hard je en, ding, ja. Voilà. En ik moet dat echt wel gaan inhalen. Dus ik heb... Vanaf het moment dat ik het door had van, misschien vind ik dat toch wel goed, heb ik in snel tempo alle boeken gelezen. Echt up to speed met alles. Want ik heb zo dus ook een mengeling van de Nederlandse en de Engelse boeken door elkaar gelezen. Omdat eerst was ik begonnen in het Nederlands. En dan beseft van, maar in het Engels zijn er al meer. Dan heb ik zo... Kwamen die niet gelijktijdig uit? Er was eerst nog vertaling en dan kwam die pas eerst de vertaling. Dat duurde altijd nog een jaar langer of zo. Dat duurde altijd veel langer. Dus ik heb ook zo al die... terminologieën en die begrippen zitten in elkaar door mijn hoofd ook. Ah ja, natuurlijk. Je hebt dus het was eerst was het Perkamentus en toen bleek het toch Dumbledore. Maar nee, eigenlijk je hebt eerst de film gezien en dan de Nederlandse boeken en dan de Engelse boeken. Alles door elkaar. Wel, ik weet eigenlijk niet wat ik
wat, ik denk dat ik uiteindelijk toch eerst aan de boeken ben begonnen, omdat ik dan ook zo voor mezelf, dat is ook weer zo'n nerdy regel, dat ik dan, voor Dune heb ik dat bijvoorbeeld ook gedaan, dat ik eerst het boek wou hebben gelezen voordat ik naar het film ging. Snap ik. Dus ik wou dan toch zo, ik dacht van oké, godverdek, ik denk dat ik het toch echt een kans moet geven, maar de eerste film die ik in de cinema heb gezien was echt pas de vijfde of zo. Dat was dat was echt vrij laat pas. Maar dan had ik wel ook al ineens een hele race in boeken achter de rug. Ja. Dus ik heb niet zo vaak moeten lachen. Wachten tot die midnight releases of zo. Nee. Dus je bent een beetje een late adapter, maar dan ben je er wel volledig in gevlogen. Voilà. Dus ik ben er vrij laat ingerold. Niet zo vanaf het begin, maar dan wel zo ineens zo hardcore. Weet wel, ineens zo vol een bak en nooit meer losgelaten. Zo dat nee, en nog altijd? Is dat iets? Zijn die boeken en die films, kijk je dat terug? Lees je dat terug? Als er nieuw materiaal uitkomt, dan... Dat was zo het principe van elke keer als er dan een nieuw boek uitkwam, dan las je alle vorige boeken nog opnieuw. Natuurlijk. Allemaal? Dus, lees je allemaal? Ja, allemaal. Omdat je dan wist van, oké, tegen dan komt er een nieuwe. Dus dan waren we weer volledig mee. Dus ik denk dat ik die eerste boek heb ik echt al maniakaal veel gelezen. Nu dat nieuw grief, dat vind ik niet bijster goed. Dus daar valt niet veel over te... Fantastic Beasts en Cursed Child en zo vind ik nu niet helemaal met een meug. Maar ja... Het was wel zo dat elke keer als er een film kwam... En ook, het was zo in coronatijden, hebben ze de gouden zet gedaan om die ook allemaal opnieuw uit te zenden. Dan, je blijft sowieso hangen. Elke keer als dat passeert... Ja. Ik ga dat niet doelbewust vaak opzetten. Dat is niet dat ik vaak denk, het is een keer tijd voor een Potter. Maar als dat dan op tv komt, blijf ik bijna altijd... Je kunt er niet voorbij zappen. Nee, je kunt er niet, omdat je dan denkt, we zijn weer vertrokken. Ja. All right. Dus je bent wel ook een beetje, je bent een late adapter, maar ook een beetje de purist. Want het zijn voor jou dan de oorspronkelijke boeken en de oorspronkelijke films. Ja, zelfs niet per se, want de eerste Fantastic Beasts bijvoorbeeld, die vond ik eigenlijk echt nog wel goed. Toen had ik echt nog het, omdat ik dat wou goed vinden, denk ik. Omdat ik blij was dat hij er was. En ook omdat opnieuw, dat is dan zo'n hele zaal vol midden-twintigers, begin-dertigers, die dat daar superveel nostalgie naar hebben, die zitten te janken. Je bent eigenlijk niet omringd door jonkies, hè. Je bent omringd door mensen die dezelfde culturele referentie hebben als jij. Ja, en dat is niks leuker dan met een zaal vol gelijkgestemden. Voilà. Dus bij die eerste film had ik echt nog zoiets van, alright, yes, we zijn vertrokken. Ja. Maar dat was natuurlijk zo pre-J.K. Rowling die te veel extra informatie geeft en pre-J.K. die dat niet kan loslaten, pre-J.K. die dat dan transfobe uitspraken doet. Ja. Ook zo die tweede film die ook echt gewoon bagger was, dat scenario trok echt op niet veel. Dus dat was ook zo, dat heeft het enthousiasme een beetje getemperd. Ja, snap ik. Ja. Maar ik ben niet per se een purist in die zin van, het is enkel die films, maar het is gewoon, de kwaliteit moet er wel zo... Het is gewoon niet zo goed meer. Het is gewoon echt niet meer zo goed. En is het niet meer zo goed omdat het niet meer goed is? Of is het niet meer goed omdat jij ietsje ouder bent? En op een andere manier kijkt? Dat weet ik niet zo goed. Als in, dat zeggen zo'n Star Wars films fans ook altijd, hè? Dat zo, die oorspronkelijke Star Wars. Voilà, maar voor kinderen ook, zijn die nieuwe Star Wars er wel oké en zo. Dat kan. Ik geloof heel hard in dingen ontdekken op het juiste moment. Als in, Star Wars is voor mij ook een van die grote fandoms waarom ik heb Star Wars ook echt zo op mijn 12 voor de eerste keer gezien, wat zo het goede moment is om die voor de eerste keer te zien. Ja. Dus dat blijft dan ook zo. Dat is ook zo, ik denk dat mijn twee grote survivors qua fandoms is zowel Star Wars en Harry Potter. Die gaan echt al 15 jaar mee. Okay. Maar ook daar is dat zo, als wat dat er gemaakt wordt goed is, want de laatste trilogie, ik ben daar niet per se tegen, maar misschien ook niet per se voor. Nee, maar dan heb je de Mandalorian en dan denk je, oké, ik ben weer keigoed. Volledig hooked en laat maar komen. En uiteindelijk bij Harry Potter is dat ook, als die nu uiteindelijk met de derde Fantastic Beasts dan op de proppen gaan komen, en die is wel goed. Ja, oké, je hebt mij wel weer mee dan hoor. Of de Dumbledorian. Ja, of ze hebben ook zo... TV-reeks of ze hebben ooit zo ook gesproken over een reunie, of ze ooit gesproken over misschien moeten we er een reeks van maken of zo. Als ze uitbrengen quality is, dan krijgen mij sowieso mee. Maar het moet wel een beetje quality zijn. Het moet wel kwaliteit zijn, natuurlijk. Het mag niet zo voelen als een pure rip-off, wat ik bijvoorbeeld wel had bij The Hobbit. Dat je gewoon dacht van, oké, één kinderboek gesplitst in drie films en dan is het zo heel erg money grab. En dat vind ik dan wel minder. Snap ik. Minder goed. Hey, en als je, als je Harry Potter zou aanraden, dan moet je natuurlijk bij de eerste film beginnen, want dat is nou eenmaal logisch. Er is geen continuïteitsdingetje bij Harry Potter, bij Star Wars, wat je wel kunt zeggen, welke film moet je beginnen? Ja, met die of met die. Nee. Maar wat is de film die jij terug, waar je dat terug gaat? Als je zegt van,
Je hebt zeer een Harry Potter film. Welke is dan degene die opzet? Wat vind je de beste? Dat is misschien zelfs niet hetzelfde. Ja, degene waar... Ik vind Prisoners of Azkaban heel tof. Ja. Omdat ik die zo slim in elkaar vind zitten. Dat is zo dat gedoe met die time-turner en dan dat redden van elkaar. En dat is zowel qua verhaal als uitwerking, vind ik dat super tof. Ja. Dat zo, ze zijn zo net voorbij het stadium ook, want in het begin zijn dat echt nog een beetje kindacteurs. Hè. In het begin zie je bijvoorbeeld een Emma Watson, zie je nog meelippen met de andere twee. Ja, die kent zo die lines van die andere ook uit het hoofd. Dus dat is zo nog heel erg kiddy-kiddy. Vanaf de derde film beginnen die zo duidelijk wel zo wat te puberen. Beginnen die ook zowel zo wat duidelijk zo hun eigen acteerstijl zo een beetje te ontwikkelen. Daarbovenop komt er dan nog dat ik dat verhaal ook echt... Dat zit goed ineen. Dat is gewoon leuk om naar te kijken. En je krijgt dan zo die herhaling van die scènes, waardoor dat je zo... Back to the Future 2, eigenlijk, hè? Ja, voilà. Dat je zo aan het zien bent waar je zelf aan het doen bent. Voilà. Ja. En dat je weet van, shit, hè, we moeten het juist doen, want anders verdwijnen we. Ja. Ik vind dat goed. Dat marcheert. Net zoals dat Back to the Future werkte. Ik denk de beste regisseur van de hoop, hè, die de derde gedaan heeft. Wacht, welke is dat nu weer? Dat is, dat Quaron? Ja. Dat is ja. En dan die laatste film, dat is dan... Ik bedoel, de eerste film is natuurlijk Christopher Columbus en die heeft het allemaal neergezet. En de laatste film, dan hebben ze er van één boek twee films gewaard. Wat vind je daarvan? Ik vind dat... Dat is zo... dit komt uit wanneer? Vanavond. Vanavond? Morgen, dus 16 november komt die. Ja, uit. Dus afgelopen zondag is er een aflevering online gekomen met Jan Verheijen in The Sorting Hat Revisited. We hebben het daar ook over gehad, want Jan Verheijen natuurlijk, de Vlaamse, de wandelende Wikipedia van de film, die heeft het ook gehad over de impact van Harry Potter op de filmwereld in Hollywood to court, bij uitbreiding. In Vlaanderen valt wel mee, denk ik. In Vlaanderen valt het inderdaad wel mee, maar Hollywood en bij uitbreiding alles wat met film te maken heeft, heeft dan een gigantische impact op gehad. En hij was ook zo aan het zeggen van, zonder Harry Potter enerzijds geen Divergent, Hunger Games, geen Twilight. Klopt. Je kunt daarover discussiëren of dat goed is of niet. Maar dat heeft een hele grote impact gehad op welke films dat er daarna zijn gereleased. Ja. Maar hij zei ook van, zonder Harry Potter ook niet in een tendens van, we splitsen alles in twee om nog wat extra geld te incasseren. Ik vind dat zo'n... Ach, zo'n voze move die dat... Ja, wat dan de Hobbit, de kroon, voilà. De spante kroon dan, hè, met drie films voor één boek. Waarom marcheert dat? Omdat we sowieso gaan kijken. Hè. We gaan ze sowieso ook allebei zien. Maar ik word daar wel altijd zo'n beetje kwaad van. Ja, niemand gaat bij Deadly Hollows zeggen, kwacht wel tot die tweede. Nee, dan ga je die eerste ook zien. Voilà, het is dat. Ja. Dus je gaat sowieso kijken, maar je wordt er wel zo'n beetje pissig van. Want het voelt wel als een beetje een rip-off. Vooral omdat die een... voorlaatste, hè, die een, wat is dat dan, 7.1, zo gezegd. Ja. Dat voelde ook echt als een bekende rip-off. Dat je zo van, dat kamperen had ook echt wel wat korter kunnen doen. Dus, allee, dat moest je voelt dat ze daar het hebben uitgesponnen, dat het eigenlijk echt niet nodig was. Goed. Zoals, en wat ze nu bijvoorbeeld bij Dune, doen ze het wel goed, omdat die hebben te veel verhaal te vertellen voor één film. En het tweede deel van het boek speelt zich ook 5 jaar later af. Ja, dus... maar ook dat... Ik snap dat ze dat in 2 films hebben gedaan, maar dat voelt wel super wazig. Want dat is echt zo, dat heeft geen begin, midden, einde. Dus als je dat boek ook niet gelezen hebt, dan is dat echt gewoon van, waar gaat dit over? Ah ja. Dan... Ah nee, dat vond ik niet. Want je ziet ook aan de David Lynch Dune, dat het in één film niet lukt. Nee, wel, maar dat was ik nu ook wel aan het denken, omdat ik zat in de zaal en ik weet dat ik na zo... een uur en een half of zo, dat ik echt zoiets dacht van... er moet nog superveel gebeuren. Ja. En ik wil nu niks zeggen, want ik wil geen spoilers geven. Maar ik dacht van, allee, en dit moet nog, en dit moet nog komen, en dit moet nog komen. Dat kan toch niet? En ik wist het ook niet, dat het echt zo gewoon halverwege Nee, dat is het slechte eraan, dat ze niet zeggen part one. Ja, dat zeggen ze in de film. In de film komt het op, maar in de communicatie is het nooit. Nee, want dat is gewoon super raar. Want dat is echt gewoon de helft van het eerste boek. Ja. Dus ik snap... Allee, ik vond hem niet per se saai, omdat ik gekregen heb wat ik wilde. Ik ging als fan en ik heb een vrij letterlijke vertaling gekregen van de eerste helft van het boek. Dus dat is op zich wat ik verwachtte. Ja. Ja. Maar als je dat boek niet hebt gelezen, kan ik me perfect voorstellen dat je denkt, waar de fuck gaat dit over? Ja. En dat je ook... Wat ik ook dacht was van...
dingen à la Star Wars en Game of Thrones zijn super schatplichtig aan Dune. Als in, die hadden gewoon niet bestaan zonder Dune. 100%. Maar ik vind dan zo Game of Thrones de opzet beter of zoiets. Die hebben dat eigenlijk wel beter gedaan. Ah ja, oké. Okay. Misschien onderschat ik ook het cultniveau, want ik weet hoe huge Dune is. Maar ik kijk natuurlijk vanuit zo retrospectief, vanuit wat er daarna is gekomen. Ik heb dat ook nog maar voor de eerste keer gelezen nu, hoor. Dus ik kende dat ook. Ik wist daar het belang wel van, hè, omdat je dan als tuurlijk, je in lijstjes komt dat altijd terug. Voilà. En je weet dat dat... En nu met terugwerkende kracht zie je dat. Hey, zeilen, want als je inderdaad zo met boeken en films... En in dit geval dan, zijn er in bepaalde films dingen die in het boek, die niet in de film zijn, waar je jammer vindt, of waar je denkt van ja, kon niet anders, moest het op 2 uur oplossen, maar jammer dat dat er niet in zit? Ik denk vooral nuance natuurlijk. Er zijn bepaalde verhaallijnen die wegvallen waarvan dat jammer is. Ik vind, zo'n personage dat volledig is gesneuveld, is Peeves bijvoorbeeld, dat is die geest. Ja. Die, dat is zo'n een plaaggeest. Daar hadden we het vorige keer ook over, maar dat was zeker niet meer in de podcast, of wel? Nee, dat is niet meer in de podcast, denk ik. Maar dat was eigenlijk een... Ik denk dat dat een goede comedy relief had kunnen zijn, of zo. Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat ze dachten, het is te moeilijk om dat ertussen te steken. Peeves is een personage wat wel in... Zit hij in alle boeken? Die komt geregeld wel terug. Want het punt is, je hebt ook zo van die... Gelijk een Nearly Headless Nick, dat is dan John Cleese. Ja. Die zit er dan wel in. En die passeren gewoon zo'n beetje, hè. En passant, gelijk de Misschien Bloody hebben ze gedacht, en... omdat... Dus, want John Cleese doet Nearly Headless Nick, hè. Maar, en die Peeves, die in de Nederlandse boeken, wat ik had het hier staan, Foppen de Klopgeest heet, die werd gespeeld door Rick Mayall. Echt, ik wist dat dus niet. En dat ging zo goed geweest zijn. Dat is zo jammer. Ik snap niet waarom dat gesneuveld is. Dus daar zijn scènes mee gedraaid, maar dat hebben ze dan niet gedaan. En ik snap ook wel, als je natuurlijk zo'n Nearless Headless Nick hebt, dat is al zo'n personage dan ook dus dat, nog ik denk dat ze gewoon in een boek hebben, gaat dat, voilà. In een film wordt dat dubbelop. Dat wordt dubbelop. Ik denk dat ze gewoon gedacht hebben, we hebben al zo'n randfiguur, dus we moeten dat niet doen. Maar het is wel jammer. Ja, zeker Rick Mayall. Ja, ja, voilà. Gewoon omdat dat ging gemarcheerd hebben. Ik vind dat ze dan, als ze dan toch, je moet dat doen, gelijk Lord of the Rings, hè, dan maakt er gewoon zo'n extended cut of zo, en dan wordt dat nog een keer een uur langer. Maar de nerds, gelijk ik, wij zullen daar wel naar kijken. Dus bring it on! Ja. En zijn er nog andere stukken waarvan je denkt van, ja, dat had ik in het boek, of dat had ik me helemaal anders voorgesteld, of is dat dan wel, komt er wel overheen? Ik denk dat bij mij scheelt dat nu nog, omdat ik natuurlijk, doordat ik er zo al laat ben ingerold, had ik zoal de visual van hoe dat de hoofdpersonages eruit zien, zat al zo'n beetje in mijn hoofd. Was al dus dan klopt dat ook meer. Ja, ik weet wel, een Gilderoy Lockhart was heel anders in mijn hoofd. Wie is dat ook? Dat is zo die een gladde Gladianus in... welke film is dat? De Chamber of Secrets of de eerste? Nee, wacht. Is dat een persoon? Dat is zo die een blonde kerel die doet alsof dat hij alles heeft uitgevonden, maar eigenlijk totaal niks kan. De leraar? Ja. Ah, dat ook is, weer de Defense Against the Dark Arts. Ja, want dat is vaak de Dark Arts leraar. Ja. Hè? Dat is Dingeskis, dat is Kenneth Branagh. Ah, ja, wel. Die? Die blonde gast die eigenlijk... Die blonde. Die heel stoer doet. Die in het begin signeert hij al die boeken. Voilà, dat is hem. En dat is Kenneth Branagh. Dus, en dus die had in mijn hoofd was die nog anders, maar op zich vind ik de interpretatie ervan wel supergoed. Maar dat is ook gewoon afhankelijk van wat je eerst was die genieperiger of zo? Was die, en ook Hermione was in mijn hoofd ook minder perfect en afgelikt, want die is eigenlijk nog altijd veel te mooi. Allee, zo... Ah, vind Emma je niet Watson, te mooi? Ah, ja. Ja, die, allee, als in, ja, Emma Watson die heeft ook zo een beetje à la Neville Longbottom. Die heeft ook een te succesvolle puberteit doorgemaakt. Ja, dat weet dus ze niet. Ja, dat, nee, dat bij weet Neville niet Longbottom is dat keihard waar. Hè? Want dat is een sympathieke dikketje, grappig mannetje. Ja, dat wordt gewoon een hartstikke aangenaam uitziende jonge man. Ja. Kun je die voorspellen? Nou ja, kun je wel voorspellen. Die hebben natuurlijk keiveel geld gekregen voor die films. Dus die komen in de juiste gym terecht in plaats van... Want Emma Watson, die is gewoon echt mega knap gewoon. Moet dat een girl next door zijn voor jou? Maar het punt is gewoon, die mag knap zijn voor alle duidelijkheid. Maar het is zo...
Ik vind dat zo een beetje jammer, omdat dat was zo de relatable nerd. En ja, ja, het had ja. oké geweest, het had echt oké geweest. Maar ik snap, ja, Hollywood-termen, hè, je moet... Maar zo iemand als een Ron, die heeft wel zo'n beetje zo dat wonky... Ja. Die wonky vibe, weet je wel, dat had wel gemogen. Dan ja. hadden ze zo wat minder... Want nu is dat zo precies zo'n soort van Beauty and the Nerd gehalte, weet je wel. Het zo, is wel een beetje... Dat had ik nou ook wel, dat die... Ik bedoel, ik vind dat die een hele goede chemistry hebben met z'n drieën. Mm. Maar de we zijn een koppel... Dat vind ik een wat moeilijker tussen Ron en Hermione. Ja, maar weet je wat dat... Want ik vind dat in de boeken dus bijvoorbeeld beter. Want in de boeken komen die er gelijkwaardiger uit. Ja. In de boeken heeft zij ook meer flaws. Is zij ook meer... Is dat ook echt duidelijk? Van, hij is echt soms onuitstaanbaar. Ja, oké, okay, dat is en in de films een beetje ook wel. En, ja. Voilà. En in de films is die echt zo een beetje te perfect gemaakt. Waardoor dat je zo denkt van... Ja, jullie staan eigenlijk niet op gelijke voeting of zo. Nee. Terwijl in de boeken vind ik dat beter klopt, want dan root je ook veel meer voor Ron als love interest Harry. Omdat je gewoon zoiets van... Man, maar ik wil natuurlijk dat hij haar krijgt, want ik gun het hem keihard, want het is een poppersonage. Maar zij is wel een beetje, hoe ze er... Qua looks is een beetje boven zijn stand, mag ik dat zeggen? Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, dat bedoel ik. In mijn hoofd, de boek Hermione, is dat minder. In de boek Hermione heb je meer het idee van, jullie zijn aan elkaar gewaagd en je verdient elkaar. En in de film is dat gewoon zo van... Why settle? Allee, zo. Ja. Dan hebben ze zoiets van, hij krijgt dat is heel vaak hard. Zo, hè. Ik bedoel, ik had, in Ready Player One is dat eigenlijk volgens mij ook een beetje... Dan is hij ook zo verliefd op dat meisje. En dat meisje heeft een grote wijvlek op de bakkers. En ja, maar dat is het ook, hè. Dat is een wijnvlek op de bakkers. Die heeft een wijnvlek, maar voor de rest is hij nog altijd mega heet. Dus dan denk je ook gewoon van... Ja, sorry, maar... Dat is heel Hollywood, soms zeggen. Voilà, nee, en dat ben je lelijk, hoor. En ook zo de maatstaf voor wat dat lelijk is. Ik weet niet of dat je ooit... Perfume van het boek en de film dan, Patrick Suskind. Perfume in dat boek is die weerzinwekkend lelijk, hè. En dan kijkt hij naar die film en dan denkt hij... Oh ja... Ja. Ça va wel. Ik zou niet per se omkijken op straat, maar dat is nu ook niet om te zeggen een misse vent of zo. Dus dat klopt. Allee, dat is zo... Ook een moeilijke casting wel. Als je moet zeggen, we zoeken de lelijkste acteur. Jij. Wat? Ik? Oh, ik ben uitverkoren tot de lelijkste mens. Ja, ik weet het. Ik snap het. Maar het is zo conventional. Allee, zo, het is zo naar Hollywood-normen. En er is daar zelfs... Er is, ik weet niet of ik het ga terugvinden, maar je hebt een YouTube-analyse. Zo allemaal van die... kennen dan van die... Mensen die nog meer nerd zijn dan wij, die dan van die filmanalyses maken. Ja. En er is dus ook een... het voorbeeld dat jij gaf van Ready Player One zit daar ook in. Want dat gaat dus echt over hoe vrouwen vaak perfecter worden gemaakt. Zo conventional. Like zo unattractive, maar nog steeds op een desirable manier of zoiets. Ja, als dat een beetje logisch klinkt. Dat ze zo van, ze zijn het lelijke eentje, maar je doet een bril af en je doet een beugel af. Ja, daar word ik zot van. Ja, voilà. Zo van die Ugly Betty makeover. Maar ook zo, je denkt van, als dat de girl next door is, daar teken ik voor om daar next door te wonen. Voilà, zo, inderdaad. Niet, like, geen girl next door, jongens. Zeg mij waar ze wonen. Ja, zeg waar het huis is. Echt waar. Want, ja, precies. Maar goed, tot zover over de uiterlijkheid. Dus derde film, favoriete film. Wat is je favoriete personage en wat is je favoriete acteur? Want alle Britse acteurs doen mee eigenlijk, hè? Ja. Ontbreekt er iemand dat je denkt van, oh, die kerel had erin moeten zitten? Of welke acteur is, of welk, zeg maar. Ja, ik weet niet wie dat er ontbreekt, maar dat is moeilijk, hè, want je hebt echt superveel. En ook zo, ik weet ook niet wie er op dat moment hot and happening was. Ik weet wel dat ze blijkbaar ooit hadden overwogen om Robin Williams te casten. Ik weet nu niet meer voor wat. Robin Williams voor een bepaalde rol. En dan dacht ik wel echt van, oh, dat was goed geweest. Want Robin Williams is goed in elke in rol dat hij doet. Ja. Voilà. Dus ik dacht echt van, dat ze dat hebben laten liggen, dat vind ik jammer. Ja. Want Robin Williams... Dat ging gemarcheerd hebben, sowieso. Hagrid. Ah, Hagrid, ja. Hagrid. Ik vind Hagrid nu ook wel supergoed gedaan, maar hij ging dat kunnen hebben, sowieso. En J.K. Rowling heeft gezegd, het mogen alleen maar Britten zijn. Lees ik hier nu in maar, de HLN. Ja. Robert Pattinson zit er ook in, dat is ook geen Brit, hè. Nee, klopt. Dus dat is wel een van de weinigen, geloof ik. Dus misschien zelfs een van de enigen, en die sterft in dezelfde film, dus misschien ermee dat het mocht, maar... Ja. Dat is zo wel een drogreden, denk ik dan. Want uiteindelijk, als je de kans hebt om... Ik denk ook, misschien is Robin Williams te goed
als in, die zou dat gekaapt hebben of zo. Snap dat je? Is wel die, waar. Die zou zo het effect hebben gehad als dat hem de genius in Aladdin, in ja. Aladdin, en dat ze dan denken, godverdomme, we gaan dat hier helemaal moeten hermonteren, want die kerel is zo fucking briljant dat hij basically stand-up doet voor 40 minuten aan een stuk en heel onze film is plot. En zo, dat misschien? En iedereen denkt, oh fuck, wanneer komt dat personage terug? Voilà, en dan het is denk zo dan, dat Robin Williams Hagrid, is... In, ja, die, dat is... ja, en die moet dan zo'n soort van vaderfiguur spelen en die zijn rol wordt ook gradueel altijd maar minder en minder. Ik kan mij voorstellen als dan Robin Williams dat speelt, ja. dat hij dat zo kaapt dat je die niet meer een kleinere nou, rol wat kunt ook geven. Grappig is dat je dat aangeeft en dat het inderdaad blijkt zo te zijn, want zoals je achter me ziet, is dat Mrs. Doubtfire is een film met Robin Williams geregisseerd door Chris Columbus. Dus die hadden al samengewerkt. Dus het feit dat hij nadenkt en denkt, en plus Robin Williams had dat geniaal gedaan, want die kan ook al die accenten. Ja. Maar wat jij ook zegt, klopt voor mij ook wel. Dan had het een Hagrid-film geweest en niet de Harry Potter-film. Nee, voilà. En ik denk ook, want dan ging er hoe dan ook geen twijfel zijn over favoriet personage. Want nee. ik bedoel, nee. dan was het Robin, klaar. Ja, dat was zo obvious geweest dan, gewoon omdat die kerel is zo... Je moest die maar gewoon aan de microfoon zetten en doe je ding. Ja, en dat is dat ging, absoluut. En wie, dus is het, vind... wie is het dan? Wie is het dan? Vind ik wel een moeilijke, eigenlijk. Dat is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Nee, wie is uw favoriete? Alan Rickman, Snape. Ja, okay, en gaafste personage en gaafste acteur. Ik vind die, ja, qua acteur vind ik die briljant. Maar ik vind dat qua personage vind ik die nu niet bepaald lovable of zo. Allee, dat is wel een douchebag, hè? Oké. Ik heb het ook wel een beetje voor de slechterik. Zeker als de slechterik. Ja, dat wel. Beetje zoals in Star Wars uiteindelijk toch een goeierik blijkt te zijn. Ja, ja. Want ik ben ook wel voor de slechterik, hè, daar niet van. Want ik vind ook... Allee, ik bedoel, bijvoorbeeld zo... Ja, een personage you love to hate is obviously Umbridge, want die is eigenlijk basically erger dan Voldemort. Ja. Gewoon omdat Imelda Staunton, dat is ook zo'n klasbak. Oh, die is zo goed. Die is zo goed. Dus die haat je zo hard. Ja. En ook wat ik zo zalig vind aan die acteurs in heel die cast, is gewoon, dat zijn topacteurs, hè. Die spelen theaterstukken en die maken geen onderscheid tussen zo high class, low class, gelijk zo highbrow, lowbrow. They don't give a shit. Die doen Harry Potter en dan daarna gaan die terug gewoon naar Shakespeare-stukken en zo. Ja. En die kunnen dat allemaal. Ik denk ook dat dat mee te maken heeft dat er gewoon één ja zijn. Als Maggie Smith zegt ja en dan volgt de rest wel. Zoiets, weet je wel? Maar want gewoon zo'n Imelda Staunton, die kan dan Broadway doen, die kan dan theaterstukken doen, die kan dan fucking Umbridge doen. En dan voor het grote publiek is die misschien enkel daarvoor bekend. Maar dat is zo'n klasbak. Hetzelfde met een Ray Fiennes, hetzelfde met een David Tennant, met een Gary Oldman, een Alan Rickman. Allee, ik bedoel, die cast is zo waanzinnig dat je ook gewoon denkt van, wow. Absoluut. Als jij over Harry Potter zoveel babbelt, je hebt je eigen podcast, nu ook. Heb je dan zin om terug te kijken? Ben je iemand die zegt van, oh fuck, nu heb ik zin om erheen te zien? Ik vind het vooral ook leuk om er met mensen over te babbelen, omdat je ook merkt dat iedereen heeft zo bepaalde meningen daarover. Ja. Je hebt ook zo het verschil van wat is de favoriete film, dat wisselt super hard. Gelijk, jij vindt bijvoorbeeld de eerste films te kiddie. Ja. Jij vindt die misschien zo ook niet zo goed gemaakt, vind ik die. Ah, wel, maar dus dat is zo... Dat vind ik het leuke eraan. Van, gelijk, voor u zijn dan die latere films meer interessant. Terwijl ik heb bijvoorbeeld ook naar Jeroen van Zwol, Zootopia, die is ook te gast geweest. En die zegt dan van, die eerste films voor mij, dat zijn voor mij de beste. Want dat is echt zo'n warm dekentje. En daarna wordt het zo ietsje te puberaal en wanneer gaan we mijlen en zo. Dus ik vind het gewoon leuk Dat duurt ook wel lang. Dat duurt wel heel lang. Maar goed, nee, dat snap ik. En ook natuurlijk, hoe oud ben je, wanneer keek je de eerste? Ik was 29 toen dat uitkwam, dus give a fuck. Weet je wel, ik was niet de doelgroep. Ja, maar dat vind ik ook leuk, omdat je herkent, je merkt zo wel bepaalde tendensen op, als in, ik merk gelijk ikzelf, ik ben 30, ik zit zo in de sweet spot. Als in, ik heb dat meegekregen op het moment dat zo zelfs nog vlak voor mij en vlak na mij is er een generatie die echt zat te wachten, hè, op hun 11 jaar. Ja. Elke kerstmis de nieuwe boek, elk jaar de nieuwe film. Elk jaar zo van, en dat discussiëren op de fiets als je hem gelezen had en vooral geen spoilers mogen geven. Ja, en zo. Ja, ja. Dat is zo'n deel geweest van een generatie waar dat ik deel van uitmaak. Echt zo'n Potter generation die dat daar letterlijk een deel van hun identiteit aan ontleden. Hè? Want dat is de reden waarom dat mijn podcast bestaat, is omdat ik weet, ik heb
belachelijk veel discussies met mensen gevoerd. Ja, nerds dan wel, uiteraard. Ja, maar ja. Belachelijk veel gesprekken gevoerd met... Ja, en in welk huis hoorde jij thuis? En ja, waarom ja, ja. is dat? En waarom... Want dat en is de essentie van jouw podcast. Dat hè? Is de essentie van mijn podcast. Ja, in welk huisje? Ja. In welk huis zou jij goed op je, tot je plaats komen? En wanneer komen, komt je... de volgende... Want ik ga het een beetje af... Wanneer komt de volgende uit? Dus nu zondag, 21 november, is ja. officieel de grote verjaardag. Dan komt de laatste aflevering uit. Dat is dat... Potterless, dus dat is Mike Schubert. Ah, dat ja. is zo de grootste... Dat is een andere podcaster die ook... Ja, maar dat was zo de biggest en de boldest. Ik denk een van de eerste, alleszins de grootste. Die kerel ja, ja. heeft echt 500.000 luisteraars, of misschien zelfs meer. Dus dat is een Amerikaan. Daar heb ik een Zoom-call mee gedaan over het succes. Die gaan nu iets compleet anders doen, want in Amerika... zijn ze er zo'n beetje over nu, omdat J.K. Rowling gecanceld is. Ja, ja, Dus hij gaat nu over naar Percy Jackson of zo. Ah, ja, maar dat gaat minder succesvol nee, zijn. Dat gaat inderdaad minder. Die films zijn ook een beetje... Want die zijn natuurlijk ook in de slipstream gekomen. Ja, maar ik vind die maar niet slecht, niet, maar dat is ook totaal niet dezelfde impact gehad als dan een Potter heeft gehad. Ik denk dat bijna niks sindsdien dezelfde impact heeft gehad als Potter heeft gehad. Dus veel succes daarmee, maar dus over... En dan is jouw seizoen afgerond. Dan is dit seizoen afgerond. En ik ben deel van het tweede seizoen. En wanneer komt dat? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Okay. Als in, ik ga officieel zo gezegd, is het nog niet bekend dat er een tweede seizoen komt. Dus kijk, bij deze primeur... spoiler alert. Ja, okay. Bij deze verteld, er komt een tweede seizoen. Gewoon omdat ik het nog niet beu ben. Omdat ik echt het gevoel heb van, er zit echt nog veel meer in. Ja. Ik heb nog superveel zin om gesprekken te doen met mensen. Dat was een keileuk gesprek. En dat was ook niet alleen maar over Harry Potter. Het was een aanleiding tot slapgelul. En dat vinden we altijd. Om in uw brein te graven eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat is super tof om te doen met mensen. Dat is ook keileuk om daar een excuus voor te hebben. Ja. Dus er komt een tweede seizoen. Ik ben nu gesprekken aan het plannen en aan het opnemen, maar ik weet dus eigenlijk nog niet exact wanneer ik dat ga releasen, want ik moet eerst zien dat ik aan mijn gasten raak. Hè. Dus snap als je nog goede namen weet, laat maar komen. Dan geef ik ze zeker door. Ja. All right. Salini, enorm bedankt voor het gesprek en nog veel succes met je Potter-adoratie. Dankjewel, graag gedaan. All right. Voilà, dat was Salini van de Sorting Hat Revisited podcast. Voor de Potterfans, luister daarnaar. Want Xander en Sven en Alex zitten erin. En Jan Verheijen komt er ook aan. Niks dan interessante mensen. Nou ja, ik ken die andere mensen niet. Maar dit zijn toch al hele interessante mensen. En die vertelden ook, trouwens, leuk weetje, ik weet niet of jullie dat weten. Weet je wie er aanvankelijk gecast zou mogen kunnen worden voor Hagrid? De reus. Robin Williams. Ja, ja, niet zo'n rare keuze ook niet, eigenlijk. En onze transfobe schrijfster heeft daar een stokje voor gestoken, omdat het geen Brit was. Ja, dus maar één Amerikaan hè, in heel de serie die meespeelde. En weet jij wie? Ja, ik denk de Twilight, hè? Robert Pattinson, Robert toch? Pattinson. Nee, is dat niet een Engelsman ook? Robert Pattinson? Is hij is wel een Brit. Dat is ook een Brit. Ik dacht dat hij een Engelsman was. Amerikaan. Ja, dat is een Brit ook. Ja. Ja. Jij weet dat, Sven. Ja. Ik weet het, maar ik kon het niet zeggen tot op het einde van de aflevering. Je moet er zelf achter komen. Oké, okay, goed. Ik kon erover nadenken. Ik heb geen idee. Ah nee, ik dacht dat Robert Pattinson Amerikaan was. All right, nee, oké, is dat ook een Brit. Ik ga het googlen en verkloten nu. Doe. Nee, ja, Robert Williams als Hagrid. Ik had dat wel willen zien. Aan de andere kant, wij besloten ook dat het misschien beter is van niet, want dan werd het de Hagrid Show en dan heette het niet meer. Harry Potter en de ingewikkelde titel, maar Hagrid en de ingewikkelde titel. Dat is Harry Potter en the Unnecessary Sequel. Ian McKellen is ook ooit getypt geweest voor Gandalf, voor Dumbledore. Dat zou ook een goede Dumbledore geweest zijn, absoluut. Dat was een beetje te 1-op-1 met Gandalf geweest, denk ik. Dat gevoel daar loopt. Gandalf is er ook. Is Sven is een acteur dat hij bedoelt dood? De enige Amerikaanse acteur in Harry Potter, is hem dood? In de film of in het echt? In het echt. Oh. Hmm. Ik weet het niet. Dat weet ik dat eigenlijk niet. Maar waarom weet het? Omdat ik twijfel, ja. Of het indien is. Die acteur zit er zo net schijn in, maar die is ook heel erg dood. Dus, oké. Okay. Zeg het eens. Wat zei je? Vern Troyer?
Die speelt Griphook in de eerste film. Ah, dan, dat is die dwerg uit... dingen. Dat is die... Minimi. Minimi. Ah, nee, dat is ook. Dan is mijn boutade verkeerd. Dat is ook een Amerikaan. Ja. Ja. Dat zijn er twee. Ah, dat is cool, there's another one who's not dead. Or is he? Hey, wat ik natuurlijk ook... Wat interessant is aan die filmreeks, aan de hele reeks, is dat je die acteurs, personages, letterlijk oud ziet worden. Er zijn 8 films over 10 jaar tijd gemaakt. Dus het klopt, het is bijna 1-1. Hè? Het is wel straf gedaan. En daardoor ook, het worden ook betere acteurs en volwassenere mensen. En dat vind ik wel heel boeiend om te zien. Mm. Ja. Dat is heel raar om Maggie Smith oud te zien worden en iets. Maar ik bedoel natuurlijk die jonge mensen, Alexander. Maggie Smith is alles al oud geweest. Die is nooit jong. Die is nooit jong geweest. Ja. Dus, Max van Sydow is daar ook keihard, hè, want die is voor die Exorcist-film. Die was 40, maar in die film ziet hij er 70. Dus die is in ons hoofd al sinds de jaren 70, is die 80. Dus dat is heel ingewikkeld. Mm. Maar dat is wel zo. Ik bedoel, hè, je ziet die personages ontwikkelen tot mooie, soms te mooie mensen. Mm-hmm. Ja, het is wel raar als Hermione een lekkere wijf begint te worden. Zo, hè. Dat is altijd zo die overstap dat mokt. Van, wat een koddig meisje, naar okay. Ja. Dat is altijd een beetje weird. Die is 2 jaar jonger dan mij, dus ik heb gemasturbeerd in real time, jong. In real time? Er was niks fout mee. Nee. Ik had het misschien in de cinema moeten doen, maar... tussen leden van de zilveren passer, dat was ook niet nodig. Nee. Met de hand van een leraar, ook heel erg. Met de hand van de leraar. ik vind het wel echt leuk om te zien. Maar aan de andere kant, inderdaad, Hermione, ik kan het met dienst ook. Hermione moet een beetje girl next door, bedweterig girl next door, wordt een lekker wijf. En het dikkertje, dat wordt gewoon een aantrekkelijke jonge man. De gast die zo een van de klasgenootjes, een van de... jij weet wellicht wel wie ik bedoel, Alex, hoe dit personage heet, maar even de klasgenootjes die zo het lullige dikkertje is. Is dat die een ding, bedoelde jij? Die Longbottom, Neville Longbottom? Ja, Neville Longbottom, juist. Ik weet niet of dat hij nou echt knap wordt, maar die wordt wel mager in. Hij is in ieder geval geen schattig dikkertje meer. Weet je dat er een lillekaart is die film en een grotere lillekaart wordt? Dat is die neef van Dudley. Dudley, ja. Die is wel een top personage, hè? Ja, dat wel, want die is absoluut walgelijk. Gelijk wil die gewoon losse zijn bakken slaan en de mond open trekken. Ik vind die personages iets te twee. Ik vind dat... Ik snap ook niet, waarom ga je aan de brief van de zomerkast terug naar huis? Die mensen die mishandelen jou letterlijk. En waarom ga je er terug naartoe? Ik snap het niet. Mm-hmm. Ik vind dat geen goede personages. Ik zie die wel, Gerard, die Van Mille. Ik vind dat wel tof. Hij is zo'n beetje goede comic relief. En die Richard Griffiths, die is ook fantastisch. Ja, die is wel geweldig. Die is ook al dood, zeker. Hè? Ja, nog maar ook niet zo lang. Die heeft nog de Sunshine Boys gespeeld met Danny DeVito op scène in Londen. Hola! En kort daarna is hij overleden. Ja. Hoezo? Ik zal je daar misschien gaan kijken of zo. Ja, ik vind dat super cool. Ja, waar? Zat je top? Grappige casting ook zo. Ja. Een dikke kerel en een kleine dikke kerel. Ja. En Danny DeVito speelde de Walter Matthau rol. Tuurlijk. Tuurlijk. Cool. Gaaf. Maar het is ook wel zo, je ziet ze in de puberteit komen. Het duurt allemaal wel wat lang. Hè? Ik bedoel, je zit op een gegeven moment... Nog heel even terug te komen van wat je zei over die familie van Harry Potter. Daar wordt in de boeken wel een beetje duidelijker uitgelegd. Dus op het einde kreeg je wel een idee dat waarom dat die familie zo tegen hem deed. En zo. Alleen dat die moeder, de vrouw was de zus van Harry's moeder. Ja. En die hadden wel altijd een beetje een moeilijke relatie, maar die zagen elkaar wel graag. En zij had dat kind wel in huis gepakt om dat te willen beschermen. En om haar eigen er tegen te beschermen, is die nooit daar zo heel, wou ze er niet zo hard een band mee. Omdat ze te bang was van wat dat daarmee kon gebeuren.
Dat is eigenlijk een laag die helemaal die, niet... Die in de film een beetje niet echt inkomt. Nee, tegenovergestelde. Het lijkt wel of hij tegen wil wel. En dank daar zit en dat iedereen elkaar haat. Mm-hmm. En ook, en dat komt er dan ook bij, op een gegeven moment komt die Dobby, die Smeagol Dobby komt er dan in. En Dobby wants Harry Potter. Ja, en die wil ik wurgen, weet je wel, die haat ik van de eerste seconde dat ik dat beestje zie. Allee, joh, ik heb ermee geblit dat die dood ging. Oei. Echt? Ik was blij dat die dood was. Mm-hmm. Ja, einde. Ja, nee, ik vond hij wel... Ik heb hem kapot gemokt. Nee, maar ja, dat is toch dat was voor mij echt helemaal niet. En dan ook, dus ja, dus dan komen we bij die we handelen wat je nog wil hoor, maar dat zevende boek worden dan twee films. Oh, wacht, we slagen van alles over. Ja, nee, maar ja, oké, okay, ja, daar kunnen we op terugkomen, Sven. We gaan niet chronologisch. Oké. Het zevende boek. Sven zit er al zo... Hij is klopt niet, hè? Oh, ik moet nog iets zeggen over... Nee, doe klopt maar, niet, Sven. Klopt niet, autist. We gaan nu even naar het zevende en achtste. Zevende film. Ja, zinloos. Zinloos. Ja, natuurlijk. Die liste twee films, er kun je één film van maken. Ja. Dat zijn nu... En dat was mijn grootste probleem met die twee liste films. Flippen, flappen, floppen. Flippen, flappen, floppen gaat erover. Ja. Dat gaat over... Oh, dat was wel trager. Ja, tegen dat eerste deel, hè. Dat is verschrikkelijk. Als je die twee films in één knipt, dan heb je gewoon één film waar ze gaan kamperen in zwart-wit. Dus heel die film zijn gewoon aan het gaan kamperen in het grijs. Ik denk je aan het kennen Harry Potter voor te kamperen? Harry Potter en de kampeerpijn. Oh, mijn tent is groter dan de binnenkant. Ja, waar de fuck ja. Heb je dat waar heb je dat van gepikt, vuile hond? Nee, maar... Ja, maar wat jullie niet weten, waren de Time Lords waren eigenlijk wizards. Ja. Laten we nog zeggen dat J.K. Rowling wel heel veel inspiratie heeft gehad uit heel veel verschillende dingen. Ja. Maar ja, het is een lange rit geweest op je plein, denk ik. Gebuur is het inderdaad wel geweest, ja. Amai. Harry Potter. Ja, maar, kijk, wat, ik denk dat Sven en ik vooral filmtechnische dingen hebben. Maar jij weet misschien, Alex, ook wel... Want ja, dan Anthony Horowitz heeft ze van gepikt. Wat heeft ze... Die heeft echt van alles Anthony een Horowitz heeft iets over een jonge man die naar een tovenaarschool gaat. Dus dat is ook al een gedoe geweest. Klinkt gelijkaardig. Dat wel leek als wat dat op elkaar trok. Ja, ik denk dat je elk verhaal van Lord of the Rings tot Star Wars ook altijd wel kunt reduceren tot een grote slechterik in een of andere heroïsche held die je voorbestemd is om ervan te komen. Ja, voilà, ja. Dus ik denk dat we dat ook al wel eens ergens gezien hebben. Maar inderdaad, er zaten ook zo'n die dingen in. Gelijk, ja, de tent waar die binnenwandelt en dat is supergroot. En dacht iedereen dat Doctor Who kent, denkt, ah, de TARDIS. Ja. Dat ja. idee. Dat is niet... En in Groot-Brittannië zijn dat heel veel mensen. In de rest van de wereld zal dat niet iedereen zijn, maar ik ben er zeker van dat als die de tent inliep, dat er wel iemand in de cinema zal geroepen ah, it's the TARDIS. Allee, ja, je kunt het nu al voorstellen dat het zo was. Dus ik denk wel dat er... dat is iets wat J.K. Rowling ook wel veel heeft moeten horen, natuurlijk. Hè? Dat ze wel links en rechts al wel eens iets... Maar schaamteloos een beetje ook zo. Hè? Zo. Ja. Misschien is dat ook het goede eraan, dat het zo schaamteloos ik is. Dat er ook heel veel Roald Dahl in zit. Ja. Mm-hmm. Ja. Charlie in the Chocolate Factory zit er heel veel in, denk ik. Mm-hmm. Relatie met ouders en... Klopt, ja. Ja, absoluut. Ja, in een magische wereld waar kinderen even naar weg kunnen en zo. Want ik denk dat wel een van de grote geheimen van het succes ervan is ook wel zo dat Engelse kostschool gegeven. Maar dat is heel Narnia ook, hè, toch? Dat is heel Narnia ook dan. Narnia en Mathilde. Ja. Ja, maar ik bedoel, hey, laten we ook eerlijk zijn, George Lucas heeft ook alles gepikt, natuurlijk. Uiteraard. Dat hoort er blijkbaar. Ja. dus dat hoort er ook een beetje bij. Het enige jammere is, vind ik dan, en dat is zeker bij die Fantastic Beasts, die helemaal niet zo fantastisch zijn. Hè, die zijn redelijk voorspelbaar, die Beasts. Dus niet fantastisch. En ook magie is schieten met stokjes. Vind ik ook heel, heel slecht eigenlijk. Ik bedoel, toen Xander en ik, wij zijn naar Doctor Strange gaan kijken in Londen. Wij zijn bijna letterlijk van onze stoel gevallen. Omdat je echt wel hele bijzondere dingen kunt doen met magie. Mm-hmm. Visueel. Ja. En bij Harry Potter is het schieten met stokjes. Ja, of een beetje de ring van Green Lantern, soms. Ja.
Dat je zo kunt wel, kunt wel doen, met die stokjes wel nog meer doen dan schieten. Hè? Je kunt mensen laten veranderen in morfen in andere wezens. Of in... Ik vind niet alleen schieten met stokjes. Ja, maar het is toch vaak een straal uit een stokje en dan gebeurt het. Ja, en ook een spreuk. Hè? Ja, ook een spreuk. Een spreuk die het altijd... Een andere spreuk voor iets anders. Hè? Alleen. Ja, dat is waar. Goed is ook de spreuk waar iemand mee vermoord dat hij heel dicht bij Abracadabra ligt. Ja. Ja. Ja, absoluut. Als je eigen verspreekt, heb je iemand kapot gemaakt. Ja, zo. Abracadabra is eigenlijk de spreuk voor wil er nog iets om te drinken. Ja. Ik zei er al heel veel doorheen. Maar af en toe was er iemand mee een spraak gebruikt. Avadakadrava. Oh nee, shit, ik wou vragen of hij iets wou drinken. Of wie er al te veel gezopen had, dat genoeg. Ja, dat je... Avadakadrava. Nee, dat was het niet. Sorry, onkel Armand. Laten we even Sven volgen, want ik heb het gevoel dat er nog iets moet worden gezegd over bepaalde films. Mijn favoriete film wil ik even aanhalen. Ah, en welke is dat? The Order of the Phoenix. Ah, ja. Oh. Ja. Ja, en dat is trouwens degene waar Cedric in sterft. Cedric Diggory, ja. Order of Phoenix is de... Is dat niet in de Goblet of... Nee, de Order of the Phoenix is dat. Goblet of Fire is de... Dat gevecht tussen die verschillende huizen. Ja, maar Cedric sterft in Order of the Phoenix, hè? Nee. Dat is toch de Tri-Wizard Tournament? Nee, sorry. Jawel, dat is de Goblet of Fire, hè? Dat is Goblet of Fire waar hij sterft, ja. Dat is helemaal op het einde daarvan. Ja. En dan begint het eigenlijk in Order of the Phoenix, wordt het eigenlijk echt serieus. Resistance te krijgen. En... Ja. En een van de grote redenen van waarom dat ik Order of the Phoenix... Dat is een ander soort film als al de anderen, vind ik, qua sfeer. Okay. Mm. Ik vind die iets heel magisch hebben. En de muziek is er een grote factor in. De muziek is voor de eerste keer van Nicholas Hooper. Mm-hmm. Ja. En niet die vervelende John Williams. Nee, nou, inderdaad, John Williams heeft dat wel. En dat is op zijn heel John Williams. Ja, dat is Home Alone. Ja. Een beetje zo. Maar bij Nicholas Hooper is dat zo. Ineens krijgt dat iets anders. Ah, ja. Krijgt dat iets. En die mens die kreeg zoveel aandacht door die Harry Potter-films. Dat hij, denk ik, ook maar één of twee Harry Potters heeft. Want het is een vriend van David Yates. Ah, ja. En die vond al die aandacht vond die verschrikkelijk. Want de laatste films zijn dus. Van die andere verschrikkelijke componist. Alexandre Desplat, kan dat dan niet zijn? Ja, dat kan, dat weet ik niet, man. Ik ga het nu opzoeken. Daar zit jij beter in, Sven. Dat onthoud ik eigenlijk. Dat is voor jou echt een dingetje, hè? Ik vind dat heel bijzonder, muziek, hoor. Ja, muziek. Veel muziek is voor jou... Heel belangrijk. En ik vond dat in Order of the Phoenix, en hier zo fris, iets anders, iets nieuw. De splat, van... ja. De verschrikkelijke... Klinkt als iemand die van vier hoog naar beneden... Ja, ik haat je. Ik neem meer Oscars dan Morricone en dan Goldsmith. En dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Hmm. Oké, daar heb ik dus letterlijk nog nooit van gehoord. En de man is known for, volgens IMDb, King's Speech, Argo, The Queen en Philomena. Dus is er wel een Brit, blijkbaar. Ah, nee. Ja. Toch. Nee, de Fransman, hè. Dat is een Fransman. Ja. Het zijn allemaal films waar de muzikale score mij nu niet echt meteen naar boven schiet of zo. Nee, mij ook niet. Voor waar heeft hem Oscars gewonnen? Hoe kan ik dat hier vinden? Ik weet niet of dat John Williams al die muziek gedaan heeft. Hij heeft vooral dat thema gedaan. Ik weet dat zeker. Eerste film zeker? Drie. Ja. Ja. Die heeft hem gedaan. En het thema, hè? Het overbekende thema. Maar datgene dat altijd... waarom weer John Williams voor is, eigenlijk. Hè? Dat je echt zegt... Hij slaagt er toch weer in om ook daar weer een deuntje te verzinnen dat en perfect bij dat personage past en het blijft ook direct hangen. Hè? Ja. Wat ik wel straf vind van die event. Dat is wel... En ook Chris Columbus. Ik bedoel, hij heeft inderdaad John Williams. Hij heeft de affiche van Drew Struzan. De mooie getekende affiche wat... toen al niet meer zo evident was, die mooie schilderachtige affiches. Dus die vormgeving zat wel juist. Alleen, ik vind de film wat... heeft alleen een Oscar gewonnen voor... Grand Budapest Hotel. Hij heeft meermaals genomineerd. Oh, dan is dat. Shape of Water. Ah, voilà. Ja. Ja, twee. Ja. Twee goede films wel. Ja, twee goede films wel. Morricone, maar één... En ik geloof John Williams ook maar ene. En Jerry Goldsmith ook maar ene. Dat klopt toch niet? Nee, maar ja. Kijk, zeggen dat de Oscars niet kloppen, dat is een beetje zeggen
dat... ik weet het niet. Maar ook iets heel voor de hand ligt. Ja. Maar dus Nicolas Hooper. Dat dwergen ook maar mensen zijn. Hè? Ja. Dat is nonsens. Nou, nee, wow. Maar we moeten wel even ergens de grens trekken. Moet dat altijd een blanke componist zijn, jongens? Nooit een Oscar geven aan een zwarte componist. Vind ik ook. Zelfs al heeft het niks met de film te maken. Zo uit random. We hebben er ene gegeven aan een gast die dat nee, wat er ook was. Is al gebeurd in het jaar dat eigenlijk Morricone had moeten winnen voor The Mission, heeft Dexter Gordon gewonnen voor Round Midnight. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. En nu met Sol, oké, okay, daar is Trent Reznor en Atticus Finch. En die andere gast die de jazz score gemaakt heeft, die hebben samen gewonnen voor Sol. Ja. Dus, maar goed. Twee leuke platen zijn dat eigenlijk. Ja, het zijn twee topplaten. Ja. Dus Order of the Phoenix is de favoriete Potterfilm van Sven de Ridder. Sorry, het was Herbie Hancock voor Round Midnight. Hoorde ik er weer twee zelf krijgen. Ja, wel die. Oh man, net op tijd. Net op tijd. Er waren al mensen aan het typen. Mijn schupjes gingen open. Er waren al 12 jazzfans wereldwijd ontzet. Maar Dexter Gordon was wel de hoofdrol in je film. Dus voilà. Ja, zo is het. Ja. Dus de laatste... Er is ook nog een Harry Potter film die ik heel slecht vind. En dat is die eigenlijk een high school comedy is. Began. Dat speelt zich... Enkel en alleen af over liefjes en op school. Goblet of Fire. Is dat Goblet of Fire? Voor het grootste deel is dat. Dat vind ik omdat dat, zo, dat is ook met dat bal en zo. Hè, ja, de zanger van Pulp, Jarvis Cocker. Ja. Die zo zingt in de band. Dat vond ik de minste film. Dat speelt zich allemaal over high school toestanden. Maar dat zal dan wel ook te maken hebben met op die moment in dat jaar. In dat boek. Dan begint het allemaal. Hè. Dan ik vind dat geen slechte film. Ik vind dat geen slechte... Dat is die vierde, hè. Ik vind dat niet zo slecht, omdat dat echt op zich staat of zo. Dat dat minder... Alleen aan het einde dan, en dan gaat hij van Twilight dood. Nou, hè, Batman gaat dood. En dat is... Ja, ik vind dat niet zo slecht. Wat is jouw favoriete film, Xander, van de derde. Ook de derde, ja. Nou, dat zit daar zo net perfect in het midden. Ja. Niet zo kinderachtig als die eerste, maar dat is ook niet zo'n grijsloze, zieloze pap als die laatste. Ja. Dat zit er gewoon zo net... Dus ook dat tijdreisdingetje zit er ook in, zoals Back to the Future 2. Keihard Back to the Future 2, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, dat is ook wel tof, joh. Dat die zo zichzelf beginnen tegen te komen op bepaalde plekken. Ja. En dat het dan... Ook, hè, en dat Harry denkt van, oh, mijn papa is mij komen redden met de Patronus, maar dat is dan hij zelf, eigenlijk. Ja, dat is wel cool, ja. Wat ook heel erg leuk is in die derde film, dat de zanger van de Stone Roses, Ian Brown heet die, die heeft een cameo en die zit in een of andere bar, in de magische bar, en die is een koffie aan het drinken en die roert zonder stokkie, maar met zijn vinger en zo erboven en leest een boek, namelijk The History of Time van Stephen Hawking, denk ik dat het is. Dus die leest een boek, en dat is in het begin van de film. Dus het feit dat tijdreis erin gaat zitten, wordt daar al een beetje gespoilerd. En Ian Brown van de Stone Roses is een fantastische band. En die heeft ook een beetje een rare kop. Dus je gelooft ook wel dat een soort, dat die in dat universum thuis hoort of zo. Ja. Ja, cool. Er zijn nog hele coole cameo's voor de comedy-liefhebbers. Natuurlijk, dat is niet echt een cameo, is een hele kleine rol. John Cleese is... Nearly Headless Nick. Ja. Ja. Mm-hmm. Die is ook heel funny, hè, daarin. Dat doet hij gewoon keigoed. Twee Doctor Who's. Daar komen we zo op, Doctor Who's. Lenny Henry, de zwarte comedian. Oh, alleen, dat wist ik zelfs niet. Die is het... Shrunken Head. Ja, zus. Is dat Lenny Henry? Dat is Lenny Henry. Ja. Top, ja. En dat zat waarschijnlijk niet in het boek. Jamaican Patois, die heeft toch zo'n accent? Ja, zo'n Jamaicaans accent. Ja, oké, dan weet ik wie dat... Ja, tuurlijk. En dat is ook de derde film, denk ik. En, dus dat is Lenny Henry, wat natuurlijk een legendarische Britse comedian is. Mm-hmm. En Dawn French, hè, van French and Saunders en The Vicar of Dibley. Oh, dat is de lady. Dat is de fat lady in een schilderij. Lady. Ja, ja. En daar had ik het met Shalini ook over. Het allerbeste is, er is een personage dat in de boeken, in de Nederlandse taal, heet Foppe. Foppe de klopgeest. Mm-hmm. En in de Engelse versie heet die Peeves. Ja. En die zit niet in de films, maar die is wel opgenomen. In de eerste film hebben ze wel dingen opgenomen. En dat was Rick Mayall.
Ah, ja. Okay. En dat is een soort, correct me if I'm wrong, Alex, maar dat is een soort geest zoals Nearly Headless Nick. Klopt ja. Dat? Ja. Ja, dat is, maar dat is een vervelende een beetje. Ah ja. Dus je hebt daar ook zo wat... Nearly Headless Nick is ook zo gefrustreerd over dat hem niet echt headless is. Ja, nee, die hangt zo, er zo half ook, door. Je hebt ook zo de Headless Horseman en zo. En hij vindt dat hij zo wat aan betaamt, dat hij zo niet bij de ploeg hoort, omdat hem zo... Ja. Een beetje een pest dispenser is eerder dan helemaal headless. Ja. Dus dat is wel grappig. Waar John Cleese ook wel een heel goede keuze voor is, of zo. Absoluut. Ja, dus dat zijn dingen die ik bijvoorbeeld wel heel leuk vond aan de boeken, maar ook in de films, die levende schilderijen eigenlijk. Ja. Die ook zo wat babbelen tegen elkaar en ze er dan zo weer kwaad zijn en die zit dan in een ander schilderij. Hè, en ja. Zo. Ik vind dat allemaal wel... Dat vind ik wel goede fantasie, of zo. Ja, juist, en de casting op zich van al de films is fantastisch. Hè? Ik vind dat echt... Ja. Ja. Ja, nee, want de la crème van de Britse filmindustrie. Ja, iedereen zit erin. En hoe, ik zeg het, ik vind die eerste twee films ik vind die niet zo goed gemaakt. En ik vind die niet zo goed. En de CGI is ook niet zo goed. Maar wat er wel goed aan is, is alle vormgeving. En ja, de casting, die drie acteurs samen. Ja, die hebben een fantastische chemie. Hè? Dus Daniel Radcliffe en Emma, hoe heet ze daar? En Ron Weasley. Dat zijn wel drie fantastische acteurs. En Draco is ook een heel goede acteur, denk ik. Ja, heel goed. En dan natuurlijk, die is een vader, Lucius. Ja, Jason Isaacs. Jason Isaacs, altijd een keigoede acteur. Ja. Hè? Ja. Maar echt wel iedereen ook. Want ik vind ook zo, als je dan Bellatrix Lestrange, als je dan doorhebt, oh ja, dat is Helena Bonham Carter. Dat is ook weer... Die moet altijd die een of ander gestoord wijf spelen, maar die doet dat ook altijd keigoed. Dus. Ja, en die ene lerares... Ach, net zei ik het nog. Maar die ene lerares die zo heel braaf en sympathiek is en eigenlijk de grootste klootzak van allemaal. Imelda Staunton. Ja, Imelda Staunton. Die, die vreselijke... die van de Ministry of die zo met een glimlach iedereen naar de kloot helpt. En Emma Thompson vind ik ook echt hartverovend. Ja, die altijd zo... met die grote ogen in die... Hè, die te grote ogen in die bril zo. wat is ons favoriete personage? Snape. Alan Rickman. Ja, ik vind Snape ook fantastisch. Er is zo één geweldige scène waar hij binnenkomt. Want die is ook altijd... Die heeft de meest dramatische wandel door de gangen. Met zijn cape die gemokt is voor zo driekwart van de gang in te pakken. Zo. Die komt er zo als vleermuis binnengevlogen. Ja. Wat ik fantastisch vind, is dat je dan zo direct zegt van... Pak tolle boeken op deze bladzijde. Terwijl hij met zijn wand zo de klapdeuren allemaal dichtgooit van de ramen en hij kletst al direct Weasley van achter tegen zijn kop ook. Omdat je zo doorhebt van, die is weer niet aan het opletten. Zo, dat is ook die leraar die je echt het gat. Ja. Strenge, waar dat iedereen schrik van had. Dat je zo denkt, oh nee, we hebben iedereen weten, schrik van had, maar toch iedereen respect voor hij. Ook respect voor, Dat vind ik ongelooflijk hoe Alan Rickman dat doet. Er zit zoveel in dat personage. Ja. Maar Alan Rickman brengt dat wel. Ongelooflijk. Een beetje, dat is mijn dochter het favoriet personage ook. Omdat dat is de slechterik, maar toch de goeierik en toch de goeierik en toch de slechterik. Absoluut. En komisch. Dat is sowieso, denk ik, het meest gelaagd personage dat erin zit. Hè? Dat is degene waar je heel de tijd van denkt, wat is die nu? Ja. Dat blijkt een van de grootste helden te zijn, terwijl dat hem ook een van de grootste... Allee, dat hem ook een slechterik is of is geweest. Of, hè, het is allemaal... En dat is ook de enige die u een zicht geeft op wie Harry Potter zijn vader was als die jonger was. Ja ik heb heel lang gedacht dat dat zijn vader was. Heel lang. Ja, dat zou te hardstouwer zijn. Ja. dat was Voldemort zijn vader geweest. Dat is Voldemort zijn vader. Dat was nog aardiger geweest. Maar ik dacht het ook even, want ik had dat in het verleden wel gezien, maar ik heb dus die films twee weken terug gezien. Ja. En ik dacht ook van, wat verdomme, is nou Snape misschien de vader? Ik was het ook aan het denken, hoor, dat ik het gewoon vergeten was. Ja. Maar dat is dan wel niet. Dat is niet. Wat is dat bij u, Xander? Voor dit karakter, eigenlijk, ik heb echt geen idee. Ik ging gewoon zeggen van dat in de boeken is Snape wel een heel stuk jonger of zo. Oh ja. Leest hij wel een heel stuk jonger, maar Alan Rickman heeft daar wel zijn ding van gemaakt of zo. Like, ik struikel dan in mijn over dat hij eigenlijk al wel 60 plus is met een zwarte pruik of zo. Ja. Allee, je ziet dat wel. Je ziet wel dat dat een oudere man is met.
een zwarte pruik, maar dat... Mm-hmm. Maar je kunt u niet inbeelden dat Snape iemand anders is nu. Dat is niet zo... Maar het is wel een goede pruik. Hè. Xander, het is geen Jan Eelen pruik. Ja, ja, nee. Het is niet het eiland met toverstokjes. Nee, het is niet het eiland met toverstokjes. De Jan Eelen pruik. Jan Eelen pruik is een slechte pruikenparade. Maar dat is dit niet. Dat is dit niet. Ja. Wat ik wel ook heel graag vind, is Voldemort. Ik vind Ray Fiennes en zijn manier waarop dat hem die speelt. Ja. Je doet je niet met the big booming voice of evil. En dan mocht hij je nog creepier zo. Klopt. Dat je zo voilà, een soort, dat je een eigenlijk heel... Ja, als die praat en zo, is die eigenlijk vooral zachter. En dan mocht hij je zo heel... Plus, wat ik ook heel tof vind, is dat ze die zijn ogen gewoon zijn ogen hebben gelaten. Ze hadden je ook van die reptielogen kunnen geven. Hè? En in de... Maar die net al heel speciaal ogen van ze daar. Worden zijn ogen omschreven als rood, hè, en als zijnde dat. En dat hebben ze in de film niet gedaan. Ah, ja. En ik vind dat veel meer unsettling dat die zijn ogen zo heel menselijk zijn. Ja. En dat de rest van die zijn gezicht dat niet is. Mm-hmm. Waardoor dat die nog iets beetje creepier krijgt of zo. Ik vind dat wel een heel cool visueel, heel goed gedaan of zo. Ja. Ik vind die ouders... wel cool. Die ouders van Ron ook wel goed. Ik vind allebei ook... Ja. Met die, dat is een dingetje, hè? Weet je dat? In die laatste film vechten die ook wat terug. Dat is wel cool of zo. Dat die, ja. Dat is zo eigenlijk het is wel het gevecht van de underdogs op het einde van de film of zo. Ja. Iedereen die zo wat ondergerepresenteerd is, afgelopen 6 films, vecht wel terug. Klopt. Ja, en Gary Oldman vind ik ook een top Gary Oldman is, maar ja, die is altijd goed, hè. Dat is Gary Oldman. Sirius Black. Sirius Black. Die vind ik ook heel goed, weet hem. Ach, man, ik ken een naam, maar jij gaat dat direct weten. Dus vind Mad-Eye Moody, met zijn zot oog. Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, ook graaf. Ja. Ook een heel graaf personage. Ja. Klopt. Ja, ja en we net zeiden, David Tulis, die de maat speelt van Gary Oldman... Ja. En die zijn vrouw, of zijn vriendinnetje vrouw, is Nymphodora Tonks. Ja. En die hebben wij ontmoet, Alex. Ja, want die zit ook, die speelt ook die wildling in Game of Thrones. Hè. En dat is Natalia Tena. Ja, en die was jointen aan het rollen in de backstage van... van een Comic-Con. Toen zaten we aan tafel met haar en met die gast die dat in Prison Break... Ja, juist! Ja, klopt. Hebben we een foto mee met die gast. Die dat die pedofiel speelt in Prison Break. Ja, die is haar hand afgehakt op een gegeven moment. Die enge gast. De engste gast van Prison Break. En dat is eigenlijk een kei lieve vind. Super toffe kerel. ja. Dat is echt een hele toffe gast. Robert Nepper, zo heet die kerel. Ja. Klopt. Robert Nepper. Ja. Maar dus, dan zaten we hem en... maar ja, ik had niks met die films. Dus voor mij, als iemand zei, ja, die is van Harry Potter. Ja, het zal wel... Maar ja, die zit wel in 3 of 4 van die films. Dus die heeft wel echt een rolletje daarin. Ja, hij is zo'n shapeshifter, zo, hè. Die kan zo... Want die doet dan zo wat van die dingen geleerd. Die zo ineens een eendenbek krijgt om de tafel om die kinderen zo wat te laten lachen. Just. En zo. Ja, klopt. Die heeft zo gekleurd haar ook. Die sterven ook allemaal offscreen, zeker, hè? Dan een hele hoop ervan wel. Meestal wel, ja. Een van die een tweeling en zij en David Tulis in een helemaal offscreen sterven. Ja, en toen zag ik ook ineens dat die Star Wars slechterik ook lid was van de familie. Daar had ik ook helemaal niet door. Dus... Die oudere broer die zo in dat ministerie werkt. Ja, Scott, dat is Darth Maul. Dat is, nee. Nee? Niet Darth Maul, dat is van de nieuwe reeks. Die rosse gast die ook in Ex Machina zit. Ja, dat is die gastje dat... hoe heet hem nou weer? Hux? Ja. General Hux. General Hux, ja. Ja, dat is juist. Dat is ook een van die oude Weasley. Ja, maar dat is de... Domhnall Gleeson. Dat is de zoon van Brendan Gleeson. Is dat echt? Ja. Ah, dat wist ik niet. Ja. Want die lijken ook niet zo heel erg op elkaar. Daar hebben we de Sven voor, dames en heren. Ja, daar hebben is dat toch Sven een wonder? Ongelooflijk. Ja, en dan is natuurlijk, ja, omdat alles Brits is, is er ook inderdaad heel veel... Niet alles. In een Amerikaan, dus, hè. Hebben we hem al gevonden? Hebben we hem één Amerikaanse... Ja, ik ga het nu googlen en dan weet ik het gewoon. Nee, maar ik zou het niet weten. En maar is het een dwerg? Nee, Warwick Davis. Warwick Davis is ook... dat is een Brit, hè. Ja, dat is een Brit. Nee, het is een actrice. Ah. Toch niet die ene die overleden is? Nee, ik
Ik denk niet dat ze overleden hier. Jolle denkt altijd maar dat hij Het is aan mijn podcast, hè. Fokke, dat moet... Allee, ik zal het zeggen. Ja, dan moet iemand dood zijn, toch? Het kan niet anders. Allee, ik zal het zeggen, ik zal het zeggen. Ja, ja, ja. Het personage is Madame Hooch. Ah, wie is dat nou weer? Speelt er Zoe Wanamaker. Ah, ja, dat is die de broom teacher. Ja. Ja, degene die ze leert vliegen. Is dat een Amerikaans? Dat is een Amerikaans. Wow, die ziet er super Engels uit! Ik dacht dat Zoe Wanamaker Engels was. Nee, en dat is de dochter van de acteur Sam Wanamaker. Och. Och, allee. Nooit is Amerikaanse actrice, maar woont en leeft in Groot-Brittannië. Ja, maar die is wel zo... Die klinkt zo Brits als dat is een beetje de Manu Kersting van Engeland. Ja. Ja, een beetje wel. Hetzelfde persoon. Heel hetzelfde. Dat was de meest ridicule, maar toch accurate vergelijking die ik al ooit in mijn leven heb gehoord. Gedaan. Ik ben onder de indruk. Ja, graag gedaan. Ja, Doctor Who, dames en heren. Er zit heel veel Doctor Who in. En de een nog obscurer dan de andere. De meest voor de hand liggende is... David Tennant, de tiende dokter. Ja. Die is Bartholomew Crouch Jr. Crouch. Wat zeg je? Ja. Barty Crouch. Barty Crouch. Ik ben even in de Goblet of Fire zit die gast, slechterik. Mm-hmm. Dan is John Hurt, die officieel de War Doctor is de toverstokjesverkoper. Ollivander, ja. Ik heb er een toverstok bij gekocht, hè, bij Ollivander. Ja? Ik heb, hier, heb jij een, toverstok? Ik heb er verschillende. Allee, eigenlijk heeft Amy er verschillende. Mijn dochter heeft er ook verschillende. En ik heb er ene. En degene die dat ik heb, is uiteraard deze. Ik zal hem laten zien. Dat is Voldemort's on a wand. Dus die moest ik hebben. En het grappige is dat je die altijd zo vasthoudt. Vind ik heel funny. Hij gaat er precies met drummen. Iedereen heeft zo zijn ding zo. Hij is meer zo de Stuart Copeland, tovenaars. Van de tovenaars. Die is klaar voor een goede backbeat te zitten met dat. Maar dat is wel heel zot. Ik vond dat heel tof om te zien dat hij zo'n andere houding had met dat ding vast te houden. Vond ik kei leuk om nog te kijken. Eigenlijk. Ja, dat is ook. Dat is ook, ja. En dat is ook goed. Over dat. Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, ja. Voldemort. Was getrouwd met Alex Kingston, en dat is River Song in Doctor Who Universe. Dus dat is niet direct, maar indirect. Dan hebben we Argus Filch. Ja. Argus Filch wordt gespeeld door David Bradley, ook een fantastische acteur trouwens. Dat is die gast die de conciërge is eigenlijk. Die speelt toch eigenlijk de allereerste Doctor Who opnieuw toegezegd. Juist. Die is, wat wel eerste... heel zot is, want dat is een zeer treffende gelijkenis. Die lijkt er heel goed op William Hartnell. En die speelt dus... Weet iets van Doctor Who. Keigoed. Er is een daar even bij stilstond bij dat moment. Er is een tv-film erover. Er is een tv-film. Heb ik gezien. An Adventure in Time and Place. Over het maken van Doctor Who. Daarin speelt hij de eerste Doctor Who. Dus daarin speelt hij William Hartnell. En hij lijkt er keigoed. En omdat hij dat zo goed deed, hebben ze hem ook als eerste Doctor Who in de reeks ingezet. Ja. Ah, dus, dat wist ik niet. Ja, dus in een of twee afleveringen, misschien een kerstspecial of zo, zit hij ook... Dat is toch zo die special waar die dokters allemaal in zitten of zoiets, hè? Waar dat de War Doctor ook in komt? Nee, dat is niet die aflevering. Nee, dat is nog een andere aflevering. Dat is nog later. Goed, dan heb ik het terug naar de kloten geholpen, dus perfect. Ik zit niet helemaal mee. Ik knip het er wel uit. Knip het eruit, Knip dat eruit, fokken. Dat mag niet... Nee, maar is het niet ver naast, want ineens een dokter is al door een paar acteurs gespeeld, en ook in die... Three Doctors en Five Doctors. Ik denk in Five Doctors dat die vervangen. In Five Doctors is die ook al vervangen, ja. Mm-hmm. Toen was de William Hartnell, de oorspronkelijke Doctor Who, eerste Doctor Who, was toen al overleden. En de meest obscure, maar voor mij wel belangrijke connectie met Doctor Who is deze. De acteur Robert Hardy, die speelt de Minister of Magic. Mm-hmm. In de reeks, en die kennen we van de reeks All Creatures Great and Small. James Herriot. En daar zat de vijfde dokter in. Hè? En daar zat de vijfde dokter in. Dus die was gelineerd aan de vijfde dokter. Zie je het? Je hebt het weer teruggehaald, Alex. Dat was well done. I'm back in the game. Wacht even. Ja, dan, ja, ik denk dat we er... misschien moeten we er heel even tussenuit gaan voor mijn gesprekje met... Voor reclame. Mijn gesprekje met Amelie Albrechts. Want Amelie, laat ik altijd films zien. Nu bleek
Niet alleen heeft ze de Harry Potter films gezien, ze had zelfs de boeken gelezen. Dames en heren, Amelie Albrecht kan lezen. We gaan het nu over, we gaan het er nu over hebben. Fokkast. Amelie Albrecht, welkom. Hallo. Hallo, welkom in de Harry Potter podcast. Hoe is het? Spannend. Goed. Zeg, toen ik jou vroeg om naar een Harry Potter film te kijken, toen had je gewoon... Je hebt die gewoon gezien al? Ja, allemaal. Allemaal? Allemaal. Ongelooflijk. Dat is al lang geleden dat ik dat... Ik herbekijk dat zo niet, maar dat is heel lang geleden dat ik dat heb gezien. En hoe komt het dat je dat gezien hebt? Is dat gewoon omdat dat toen the thing to do was? Of had je ook die boeken gelezen? Heb je er iets mee? Ik heb die boeken gelezen. En... Hola! Waarom hola? Ja, nou ja. Ik denk dat ik meer boeken gelezen heb dan dat ik films heb gezien. Ja, maar dat zegt niks, want je hebt nul films. Nou ja, nee, 8. We hebben nu al... Ja, nee, en dan degene die je al voor ons gezien hebt. Holy shit. Dus je hebt... Die boeken ook. En had je eerst die boeken gelezen of had je eerst de film gezien? Of hoe is dan dat? De laatste 5 of 4 boeken heb ik eerst de boeken gelezen. Ja, ja. En de rest, ja, maar ik was... Hoe oud ga ik... Van wanneer is het eerst net gekomen? Eerst is het 2001, die is 20 jaar oud. Ja, toen was ik 7 of zo, of 8. Ja, ja. Ja. Dus dan had ik die boeken wel nog niet gelezen. Nee. Maar ik had die zelfs op luister-cd. Luister, in het Nederlands, en wie sprak dat dan in? Dat weet ik niet wie dat deed, maar dat stond gewoon op mijn kamer wel. Dus die heb ik ook wel... Ik heb ook wel eerst het boek gelezen, / gehoord of zo. Ja, ja, luisterboek, ja. Die kleinste, allee, die eerste, als ik het kleinste was, en dan de rest heb ik eerst gelezen. En dan ja. En dat is eigenlijk, dan heb je wel de juiste leeftijd ook, want het is wel eigenlijk... Die films die worden ook steeds volwassener, hè? Die personages worden volwassener, maar die films zelf ook. Dus dat is eigenlijk wel goed... Die eerste zijn een beetje kinderachtig en dan word je steeds minder kinderachtig ook. Ja, ja. Want allee, ik was dan 8. Weet jij hoe hard dat ik gehoopt heb dat ik een brief kreeg van Zwijnstein? Ja, ik spreek ook alles uit in het Nederlands, want ik heb het in het Nederlands gelezen. Dus ja. Niet in Engels. Maar ja, ja. Ik was echt... Ik hoopte dat dat echt was. Ja, ja. Dus jij zat voor de brievenbus te wachten... op een uitnodiging naar de toverschool te mogen. Ja. En dan wordt de film zo grelliger en grelliger. Met de film wordt dat echt zo voos. En om de duur dacht ik zo, ja, nee, ik wil daar niet naartoe. Want nee. Nee, ja, dan gaat nog alles iemand dood. En dan gebeurt van alles. En aan het einde wordt het bijna helemaal ontploft. Het allemaal bijna helemaal. Dus, dan wil je er niet meer zo graag zijn. Nee, dat snap ik wel. Maar ja, dat vind ik wel boeiend. Dus dat heeft wel een gevoelige snaar bij jou geraakt. Dat was wel iets waar je in mee was. Dat is echt niet uit mijn kindertijd, denk ik. Hè? Ja. Ja, dat wel. Ja. Ja, zeker. Maar ik ben niet zo'n freak. Ik ga geen Harry Potter marathon doen of zo. Dat helemaal niet. Allee... Ja. Ik heb nu mensen die volwassen zijn, mijn leeftijd hebben en die zo nog op... Allee, die dat weten niet welk huis dat ze zitten en zo. En dat vind ik allemaal wel een beetje... Ja, maar, dat weet je niet meer. Nee, maar... Dus ja, er zijn allerlei huizen en dingen, maar daar hou je niet mee bezig. Of had je ook wel een voorkeur? Nee, echt niet. Nee? Nee. Wou je niet gewoon bij Harry Potter horen? Of wou je ook bij de slechterik horen? Ik was zo best wadderig, hè, denk ik. Allee, ja, weet je, ik ben altijd voor de slechterik in de film. Ja. Dus maar nee... Ja, maar ik zie dat op TikTok nu ook. Je hebt echt, ja, sorry, van die freaks die fucking volwassen zijn en zelf kinderen hebben. Dat ik zo denk, stop daarmee. Want die zijn ook overtuigd door hun karakter in welk huis ze zouden gesorteerd. Maar dat is met alle nerd-fan dingen zo. Hè? Je hebt dat ook met Star Wars, met Star Trek, met Doctor Who. Je hebt dat met alles zo. Ja, en ik vind dat wel charme. Ik hou van die passie. Nu, dat moet natuurlijk niet in obsessie overgaan, maar ik hou wel van passie. En om dat passie, je weet toch dat er mensen zwerkbal spelen, hè? Ja. Sorry, hè. Dat is een sport dat je moet vliegen op een bezemsteel. Dat is En die doen dat zonder te vliegen op een bezemsteel. Ja, dat is wel een beetje een gat in het concept. Als je dat wil naspelen en je kunt niet vliegen, is dat een beetje... Is dat gewoon rondlopen op een stokkie? Ja, dat is... Nee, ja, dat vind ik ook een beetje raar. Dat vind ik ook een beetje raar. Maar ja, goed. Weet je, als nerds... We kunnen ook alleen maar nerds die als sport doen stimuleren. Dus desnoods met een plastieke buis tussen je benen op een veldje rondlopen. Dat is beter dan met een zak chips thuis zitten. Toch?
waar, dat is waar. En liever, Harry Potter op zich wel heeft een soort goede boodschap. En liever dat dan de rare extreemrechtse achtergrond. Daar een goede boodschap? Nou, ik vind van wel, ja. Die latere films die gaat er over het feit dat dat meisje maar half wizard is. En dat zij dat die anderen vinden, je moet vol bloed. En, ik bedoel, daar zit er toch een heel duidelijk antiracistische ondertoon in. Ja, dat is waar. Maar daar was jij toen niet zo mee bezig? Nee, duidelijk niet. Hey, en wat vond je de beste film? Of is dat gewoon voor jou één lange film? Of zijn er echt wel verschillende films, verschillende boeken? Nee, ik denk ene dat bij de meeste niet de favoriete film gaat zijn. Wacht, ik ben nu aan het twijfelen. Heb je ze op DVD? Kun je ze flapperen? Ik heb wel DVD's, denk ik, maar ik heb de boeken. De boeken, ja. Ik denk de derde, waarin dat tijd wordt teruggedraaid. Ja, Prisoner of Azkaban. Ja, voilà. Of is dat de vijfde? Nee, dat is de derde. De vijfde is... de vijfde is de Half-Blooded Prince. Nee, de Goblet of Firelight. Nou, ik weet het ook niet zo. Ja, Dine. Die derde. Ja, maar dat vindt iedereen. Of toch veel mensen vinden dat de beste film ook. Hoor. Ja. Ik vind vaak zo de vuurbeker. Dat bij veel mensen zo... Ik denk dat van verhaal natuurlijk, omdat dat een soort wedstrijd is die ze moeten spelen. Ik denk dat van verhaal wel heel helder is en... Voor mensen die er niks van kennen, kun je toch mee. Want hij moet gewoon een soort ding overwinnen, weet je wel. Het is een soort spel zonder grenzen wat hij moet doen. Dus dat is wel leuk. Maar ik denk dat de gevangenen van Azkaban... filmtechnisch volgens veel mensen de beste film... En volgens mij ook de beste film is. Omdat dat de enige is die door een echt hele goede regisseur gemaakt is. Die andere zijn door oké regisseurs gemaakt, zullen we maar zeggen. Oké, voilà. Voilà, dus dat. Ja, hey, en welk personage of welke, wat is je favoriete personage? Snape. Ja? Het zal wel zijn. Bij mij ook. Ik denk dat wel. Omdat ik dat ferm vind ook, hoe dat... Maar ik vind het een beetje het cliché, maar toch bij hem vind ik het wel ferm hoe dat op het einde dat toch blijkt dat hij het altijd... wel goed bedoeld heeft of zo. Ja, maar dat is de hele tijd dat zo heen en weer gaat. Hè. Die is nooit echt alleen maar evil. En dat is echt gaaf. En die acteur Alan Rickman is natuurlijk ook gewoon een van de beste acteurs aller tijden. Ja, wel. Maar goed, als jij hebt die boeken gelezen... En dan... dus, allee, ja, wat is het? Dumbledore vind ik echt wel zo super overrated. Ik vind die kei irritant. Ik vind dat echt een personage. Ik vind het goed dat hij doodgaat. Ah! Ja. Wat is er zo irritant aan Dumbledore? Maar dat is zo de goede mens, maar eigenlijk is dat echt een zak. Allee, zo, hoeveel keer dat hij tegen Harry zegt, oh, je hebt hier weer Harry geschopt. Allee, maar ik zend er mee weg, trekt je plan. En, zo. En dan is hij weg. En allee, ik vind dat... Toch? Dat is toch geen leuk mens. Ja, nee, ja. Maar ja, gewoon, dat is een beetje de Obi-Wan Kenobi is dat, hè. Dat is de oude, lieve man die zegt van, volg je droom en doe je ding. En, Nee, waar ik een hele grote hekel aan heb, zijn de ouders, de pleegouders. Die mensen nemen Harry Potter in huis en die worden zo slecht en tweedimensioneel neergezet dat ik denk van... Ze nemen hem wel in huis, hè. Ik bedoel, anders nemen ze, gooien ze hem wel in de, gooien ze hem wel in een instituut of in de fucking whatever. Hè? Dat is toch waar? Ja, dat is wel waar. Dat vind ik ook wel. Pleegouders, maar dat zijn... Onkel en tante toch, hè? Ja, onkel en tante, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, die een dikke dan ook, zo zijn neefken eigenlijk. Ja. Ja, zwaar erover. Ja, ik vind dat is voor mij te tweedimensioneel. En ook dat hij na drie films nog altijd terug naar huis gaat. Denk van, waarom ga je naar huis? Die haten jou, jij haat die. Wat ga je er fucking doen, gast? Blijf toch daar? Of ergens anders? Ja. Dat snap ik niet goed. Maar goed, het is wel, die acteurs zijn ook wel cool. En als jij je had eerst die film gezien, dan die boek. Als je dan die boeken las, zag je dan die mensen in je hoofd? Of had je eigen personage gecreëerd? Oh, dat is wel al heel lang geleden. Meestal komt dat... Ik vond dat vrij goed overeen kwam, toch? Ah ja. Ja, dat deed hij wel goed gedaan of zo. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Ja, ja. Ik ben nu aan het denken welke personages ik dan heb leren kennen door de boeken. Hè, want ik ben niet eerst met die eerste begonnen. Ja, ik weet het niet goed. Maar dat is te lang geleden eigenlijk.
Maar dat is, het zijn niet dingen die je dan nog terugpakt of nog eens opnieuw leest of opnieuw bekijkt. Ik denk dat ik dat vroeger wel gedaan heb, die boeken. De films iets minder, denk ik. Ja, ik weet niet. Dat duurt ook allemaal zo lang. Hey, en waren die voorleesboeken waren die in het Nederlands of in het Vlaams? Nederland. Goeie vraag. Ik denk Nederlands. Dat gaat niet in het Vlaams geweest zijn. Nee, ja. Dat waren echt zo 32 cd's of zo. Zo dat. Ja, ja, ja. De audio. Wacht, ik ga proberen het op te zoeken. Maar luisterboek, staat het erbij? Staat niet bij wie het ingesproken heeft. Motherfuckers. Ja, en die eerste heet ook Steen der Wijzen. En, ja. die heet dan The Philosopher's Stone in het Engels en in het Amerikaans The Sorcerer's Stone. Ja, dat is juist, ja. Dat is zo bizar eigenlijk, hè? Ja. Slaat nergens op, maar goed. Maar, ik vind het wel gaaf. En die boeken werden ook wel steeds dikker en dikker. En dat, ja, wacht, ik zal het even pakken anders. Ja, laat zien. Even zien, hè. Ik ben hier aan het opzoeken of die erbij staat wie dat ingesproken heeft. Ik heb ze niet allemaal hier, denk ik, precies. Maar de eerste is zo dit. Ja, ja, dat is... De vierde 3 centimeter. Die ik heb, is al dat. Ja, vierde is al, ja. Het worden steeds dikker en groter. En 6 en 7, ja. Maar dat heeft jou niet uit het veld geslagen. Dat heeft jou niet gedemotiveerd. Nee, maar ik las wel veel, ze. Dus, ja? Ja, toch wel. Dus ja. Alright. Dus je bent eigenlijk meer een lezer dan een filmkijker? Denk het wel. Dan kan ik daar mijn eigen invulling aan geven. Misschien is dat ook zo wat. Ja, ja, misschien. Ja. Hey, en zijn er nog andere boekenreeksen of andere dingen die... Bijvoorbeeld Lord of the Rings, heb je dat ook bekeken? Of, ja, al wel. Ik heb die films nog nooit gezien. Ah, nee. Maar de boeken wel. De boek... Ik ben in de Hobbit... Ik had de 3 boeken van Lord of the Rings en ik wou eraan beginnen. Maar dan dacht ik ga eerst de Hobbit lezen. Want dat is denk ik... Ja, de, dat is de boekie, ja, ja. Dus ik heb de Hobbit gelezen. Maar wacht, hè. Ja. Maar de Hobbit is dat. Ja, ja, ja. 3 fucking films van maakt? Ja, ja, ja. Dat slaat ergens op. Ja. Trouwens. En dit is Lord of the Rings. En hier zijn ook 3 films van gemaakt. Ja. Leg het mij uit. Nou, ik zal het met 1 woord samen te vatten. Financiën. Oké. Ik heb er met om moeten doorploeteren en ik zit in die eerste boek nog maar hier. Ah ja. Maar het gaat niet. Ik ben er al jaren, probeer ik die uit te lezen, maar ik vind het niet. Het boeit mij niet. Het boeit mij echt geen hoop. En waarom vind je dan Harry Potter beter dan Lord of the Rings? Waarom boeit Harry Potter wel en Lord of the Rings minder? Maar ik weet niet of dan Harry Potter mij nu zo geboeid zou hebben. Zo moest ik daar nu aan beginnen. Maar als ik kleiner was, dan was ik wel mee in dat verhaal of zo. Als ik die film in de cinema ben gaan zien. Juist op het moment, het juiste plaats, juiste tijd. Zo dat. Ik denk het dan, ja. Alright, nou, weet je, ik vind dat je toch de eerste Lord of the Rings film moet gaan bekijken. En dat doen we over een maandje of zo. Doen we... Ik zal hem proberen eerst uit te lezen. Probeer hem eerst uit te lezen, nog beter. En dan gaan we het over Lord of the Rings hebben. Ik wil nog even 1 momentje nemen. Ja, zeg. Voor 1 moment dat ik heb moeten wenen toen ik het las. Ja. De boeken. En kwaad was op de film, dat zo voorbij ging. Is de dood van iemand. Is dat van Dobby? Nee. Van wie dan? Wat heb je al geleerd bij mij over films? Ah, dode beesten. dode beest. Dan gaat er iemand dood. Ik heb niet opgelet. Ik weet niet welk beest dood ging. Hedwig! Die ontploft gelijk in... Die zit zo in een kar met iemand of zo aan het vliegen en die ontploft. Dat is me zelfs echt totaal niet... Dat heeft totaal niet gerekt. Maar dode beesten, dat is voor mij equals lunch. Weet je, dat is... Voor mij is dat niet... Ja. Dat dus je hebt harder... Hedwig, wat voor soort beest was dat dan? Ah, die uil van Harry Potter? Ah, de uil van Harry Potter. Ah ja, die is ook dood. Ja, sorry, ja, in het Nederlands. Ja, nee, ik weet niet. Nee, ik weet niet hoe die heet. De uil van Harry Potter gaat dood. En je vindt de dood van de uil van Harry Potter vind je belangrijker dan de dood van Dumbledore. Ja, tuurlijk. Dat was terecht. Terecht. Dat vind ik heel grappig, hoor. Maar die heeft helemaal niet... Dat heeft in de film helemaal niet de aandacht gekregen dat het zou moeten hebben. In de boek werd dat echt zo
omschreven en hoe dat Harry dat dan zag en weet ik veel ja, waar in die film. Natuurlijk wel, ja, dat is een beetje zijn maatje, zijn beste... Naast zijn Stokkie. Stokkie en de uil, hè? Dat zijn zijn twee dingetjes. Yes. Stokkie en de uil. Alright. Momentje nemen, maar jij weet het niet eens, dus zo belangrijk. Nee, het is me niet opgevallen, maar die uil... Maar misschien is die weggevlogen, kan toch? Gewoon dood van binnen. Ah, ja, nee, alleen als het over beesten gaat. Niet als het over mensen gaat. Alright, goed. Ik ga me herbekijken en ook meerouwen over de dood van de uil. Is dat goed? Ja, keigoed. Alright. Dankjewel, Amelie, voor het gesprek. Bye-bye. Bye-bye. Cabra. Oké, we zijn terug. Maar Alex heeft net verteld dat hij gewoon graag praat. Dat is eigenlijk wat hij graag doet. Ik had eigenlijk opgemerkt dat Xander stil was. En Xander zei, als ik niks bij te dragen heb, dan zeg ik eigenlijk ook niet veel. Ik zeg, dat heb ik mij nog nooit niet tegengegaan. Daar heb je een hele carrière opgebouwd, Alex. Ik heb een heel leven opgebouwd. Zelfs naast het podium, misschien zelfs nog meer dan op het podium. Ja. Ja, en ik ben bijna aan het opsparen dat Fokke waarschijnlijk binnen een maand 20 jaar Lord of the Rings wil vieren of zo. Dat zou nog eens goed kunnen, want ik dacht dat Harry Potter eerst was. Ik heb mijn eigen uitgenodigd, Fokke ja. Dat ja. Sven ook. We doen binnen nu en een maand doen we de Lord of the Rings special, want die is ook van 2001. Ik kan niet. Super druk. Heb je dat druk? Ja, wel. Wacht even de veiligheidsraad. Dus ik zal u zeggen. Maar misschien heb je al heel veel tijd ineens. Oh nee, ik hoop het niet. Ik hoop dat je het nog heel druk hebt. Ik hoop het ook niet, want dat zou een beetje te veel ironie zijn voor u, Xander. Echt niet oké. Dat zou echt... Dat is bijna... Dan zouden bijna geloven in God, omdat het al niet meer kan dat het toeval is. Nee, dan geloof je inderdaad dat iemand dat is, het aan tegenwerkt is. Dat is echt te smerig voor woorden. Ja. Dat geloof je wel. Ja, inderdaad. Er schrik voor Xander. Laten we het over een ander jongetje in de miserie hebben. Hè. Je dat ook onder een trappen wolt. Oh ja, er zijn heel veel parallellen tussen mij en Harry Potter. Ja, allebei een bril. Allebei worden ze mooier met het ouder worden. Ja, inderdaad. Ja, zeker wel. Behalve dat niet iedereen mij gratis shit heeft gegeven toen ik naar school ging. Ik ben echt te cynisch. Ik heb echt die eerste film herbekeken hiervoor. Ja. Ik ben echt te cynisch. Ik vertrouw al het geluk dat hij heeft niet in die film. Dat is echt omdat hij... het enige dat hij tegen heeft, dat zijn ouders vermoord zijn. En, who fucking who? Je zit er toch niet van bewust. Oh. If it's good enough for Batman... Oh ja. En daarna krijgt hij alles gratis. Die leerkrachten van die school, die steken die overal voor. Ik denk, ja, is het bedoeld dat hij de one werd? Of hebben ze hem allemaal een beetje voorgetrokken? Hmm. Oh, ik wil nu een bezem. Hier is het een bezem. Ja, dat klopt wel. Ik heb nooit een bezem gehad van mijn leerkracht. Het is even de kast bezem. Behalve om de gang een bord, te vegen. Een bordveger tegen mijn kop heb ik ooit wel eens gehad. Dat was wel tof. De bordveger. Amelie Albrecht vertelde ook dat het ergste moment, het verschrikkelijkste moment uit de film is niet een of ander personage wat overlijdt, maar omdat de uil die doodgaat. Hedwig, de uil van Harry Potter, gaat dood. Het was mij zelfs niet eens opgevallen, want ja... Dat is een fuck. Dat hij er niet meer was. Nee, die was er gewoon niet meer. Nee, nou, die zal ze opgegeten hebben, whatever. Nee, weet je wel. Fokke is immuun aan lagere levensvormen die sterven. Nee. Beesten en al dat boeien van manier. Dat is echt, dat moet gewoon allemaal dood. En dat is prima, maar... Kan ik zien dat de uil dood ging? Ik kan het echt niet, door. Dat heeft die Womping Willow hem uit de lucht gemipt? Ja. Ah, was dat het? Nee, ik weet het niet. Nee. Nou, okay. Hoe sterft Hedwig eigenlijk? In het begin van de laatste film, denk ik. Of nee, offscreen, hè? Nee, wordt hij niet gewoon zo... Dus, die vecht dat Voldemort op het einde van de film. Ja. Ik dacht dat hij stierf... Ik had de kaart naast zitten, maar throwing punches hier. Ik dacht dat hij stierf in Order of the Phoenix als ze zo... Vluchten. Ja. Ik denk dat hij zich opoffert voor Harry Potter, dat hij zo'n... Wie vangt zo'n Avada Kedavra? Ah ja, dat zal het zin, hè. Ja. Je vangt dat niet op. Ah ja, dat is een beetje hetzelfde gelijk als dingen dan, gelijk als Dobby. Ja. Ja. Iedereen werpt zich gewoon voor Harry Potter. Ja. Mm-hmm.
Ik zou Harry Potter ervoor werpen, joh. Fuck it. hij heeft toch al... Zijn gezicht is toch eens mismaakt. Dus gekke dingen op zijn gezicht. Wat vinden we van... alles wat erna is gekomen. Ja, ik ben dan... Ja, mijn dochter is nu een boek aan het lezen, The Cursed Child. Ah ja. Dat was een theaterstuk. Het is een theaterstuk in twee delen. Hè? Dus je kunt 's middags deel 1 zien en 's avonds deel 2. Ah, echt waar? Maar dat is een beetje gelijk de laatste films. Hè? Zo. Mm-hmm. Dat is een heel dikke boek. Maar dat is wel heel knap, dat stuk schijnt. Heb je het gezien? Kobe van Erwegen heb ik het gezien. En die neigt dan... Die neigt 's middags gezien en dan was er 's avonds... iets met acteurs, dus die is de dag daarna moeten gaan voor deel 2 te zien, maar met andere acteurs. Ah ja. Maar dat is ook dag na dag zijn dat ook andere casten. Dus je hebt... Maar die vond dat fantastisch. En ik heb nu, vorige week, ergens gelezen dat Chris Columbus van plan is om die te verfilmen. Ah, oké. Okay. Want dat gaat over de kinderen van Harry. En van, dus de volgende generatie. Ja, ja. En dus de kinderen van Harry en Draco... Die komen overeen. Dat zijn beste vriendjes. Zijn beste vrienden. Okay. Maar dus de ouderen zijn er ook in. En die hebben nu een beetje de leeftijd om dat te spelen. Dus dat zou wel passen. Ja. Want in de laatste film zien we ook 19 jaar later. Ja. En dan gelooft niemand dat dat 19 jaar later is. Nee, maar nu zou dat wel kloppen. Ja, want nu zijn we ook 10, 15 jaar later. Ja, maar het zijn 20 jaar later. Casten die is ook niet zo... Ja, dan de eerste film. Niet, maar... Die zijn ook wel voorbij like, huidskleuren al gecast. Hè? Want ik denk, Hermione is toch zwart hè, in The Cursed Child? Misschien wel in het toneelstuk, maar niet in het toneelstuk. In het toneelstuk bedoel ik. In het toneelstuk denk ik dat ze dat wel gedaan hebben, ja. Maar in een boek, in een boek is hij in ieder geval niet. Allee, de film zou dat een beetje zoet zijn, hè? Het zou ook een beetje raar zijn. Ja. Maar, bedoel... Dat we die generatie een keer wakker maken. Je merkt in ieder geval wel... er is wel heel duidelijk een voor en na met films. Hè? Dat je echt door hebt, als ze dat vandaag zouden maken... Hè? Ze zijn ook bezig met een HBO-reeks, denk ik, was dat? Ja, met Helen Mirren. Van, of ben ik nu fout? Van Lord of the Rings. Maar ook van Harry Potter, hè? Oh, okay. Dat wist ik zelfs niet. Okay. Ja, met Helen Mirren. Die werd daarvoor is daarvoor getipt geweest. Als Harry Potter? Als Harry Potter. Nee. Stel je voor. Dat was een rare tijd dat we leven. Nee, maar dat is echt een rare tijd nu, hoor. Nee, maar dat was in ieder geval wel zo. Dus ik denk, maar het was al met de casting van en de dingen dat ik erover gelezen heb, van de reeks van Lord of the Rings... Dat er ook een zwarte hobbit zijn en allee, dat het zo een en al diversiteit is. Hè, maar natuurlijk niks mis mee is. Maar je voelt wel heel hard dat dat nog in een periode zat waarin de rollen vooral gespeeld werden door acteurs en niet door rassen. Allee, ja. Dat niet de reden was waarom dat ze iemand kozen, wat ik soms een beetje... Ja. Soms lijkt het alsof dat ik denk, ja, mannetjes, dat hoeft ook niet heel de tijd. En daarmee bedoel ik, je moet ook iedereen zwart maken, wat mij betreft. Dat gaat niet over dat wit, maar het gaat gewoon over... Maar echt Alex? De beste manier om zwart te zijn, hè, dat er terug afgaat. Nee, dus kidding. Maar... Maar wel een geluk dat dit na anderhalf uur niet is. Niemand meer gaat luisteren, want alles had je brieven gekregen. Oh, brieven. Met uilen dat die gestuurd zijn. Uilen dat er over mijn kot gevlogen worden. De Helen Mirren is eigenlijk de Fokke van der Meulen in de reeks. Maar dat is dus een vierdelige reeks. Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Ja, als het een podcast opneemt. 28 november wordt die uitgezonden. De eerste aflevering HBO Max en Cartoon Network. En het is een soort quiz, waar Helen Mirren de hostess is. Oké. Helen Mirren, oudere, mooie vrouw, zou ik nog doen. Met alle respect. Hey, heb je die ooit gezien als ze jong was in films? Hey, ja. Dat zou wel zijn. Yes. Die Taylor Hackford. Excalibur en Caligula. Dat zijn de goede films om erin te zeer, zien. Zeer mooie, echt mooie vrouw. Ja. Maar goed, we zijn inmiddels zelf ook oud geworden. Dus, en die Fantastic Beasts, wat vinden we daar? Ja, ik ben geen fan, maar wat vinden we jullie daarvan? Goh. Sander, je mag nog eens iets zeggen. Sander, zeg nog eens iets over Fantastic Beasts. Ik vind het goed. Dat is net zoals The Hobbit. Dus, weten de films over te weinig bladzijden. Ja. Mini.
En nee. ik vond die laatste vond ik zelfs awkward met dat hele rare homo-dingetje tussen Watson en Captain Sparrow. ik kan rapper op naam van figuur komen naar acteurs. Ja, dat heb ik soms ook. Omdat technisch gezien heeft J.K. Rowling haar eigen universum uitgebreid via Twitter. Ja. Dat is wat hij doet. Die tweet gewoon shit van, nou ja, Perkamentus is homo. Hij denkt, tof, mag hem zeker zijn. Had hem misschien in hun boek kunnen steken in plaats van een jaar nadat het afgelopen is. Mm. Maar dat zit nu wel vertegenwoordigd in die film, maar niet uitgesproken. Namelijk dat de slechterik van Fantastic Beasts en jonge Dumbledore, een soort van... Edward Scissorhands, ja. Rare bloedpact hebben voor je. Dat is super raar om naar te kijken. Rare bloedworst. Heerlijk. Kakt of gaat van de pot? Allee, bedoel... Poept of niet, hè? Allee, is dat rare... Zo. Ja, zo in het midden houden, zo, ja. Ja, en nu weet ik het helemaal niet, want ik denk dat Johnny Depp gecanceld is. Dus ja. Dus ik weet nu, dat kan wel, want dat karakter verandert constant van gezicht. Want in de eerste film was dat, hoe noemt die gast nu weer? Die Daredevil, niet Ben Affleck, die Bullseye. Colin Farrell. En nu is Mads Mikkelsen die het gaat doen in een drie. Ja, natuurlijk, waarom niet? Goeie acteur. Ja, dat is goeie acteur, goede kop. Ja, kan wel allemaal. Maar en Johnny Depp had eigenlijk zijn kop zo wat geboetseerd door Mads Mikkelsen. Dat is wel een beetje inderdaad dat type zo. Dus ja. Is wel Johnny Depp zei, ik doe het, maar ik wil wel verkleed. Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Als ik iets gek op mijn kop mag, dan... Welke noot heb ik nog niet opgezet? Ja, dat is ook even... Ik ben een Indiaan, maar ik wil wel een doeje raaf op mijn kop. Waarom? Omdat het kan. Voor mij hoeft hij niet gecanceld, maar ik ben ook wel blij dat hij geen films meer maakt. Dat is gewoon... Voor mij moet niet gecanceld worden. Volgens mij gaat hij ooit nog eens in een... De tiende film van Tarantino die ooit gaat uitkomen, gaat hij nog zo'n herlancering van zijn carrière krijgen. Ja. Die gaat zo ineens dat hij zo'n against type rol speelt, waar iedereen van zegt yes, hij kan gewoon, het. Dus. Een John Travolta, inderdaad. Ja, gewoon zo'n rol spelen waar hij gewoon Johnny Depp is. Gewoon niet verkleed, niet gekke pruiken of gekke wenkbrauwen. Niet gek stemmetje. Ja, man, waarom? Waarom doet dat? Die heeft echt goede dingen gedaan als acteur, hè, Johnny Depp? Ja. En veel zelfs. Ik vind trouwens ook Captain Jack Sparrow in de allereerste film. Fantastisch. Dat is een geniaal stukje acteren. Hè. Ja. Dat is niet alleen dat, maar die heeft echt een personage gecreëerd. Maar die zaten hem er wel ingestoken, maar ze hadden niet verwacht dat hij het dag ging doen. Nee. En toen ze het aan het opnemen waren, dacht iedereen, what the fuck is die aan het doen? En dan, dat heeft hem een superster gemaakt. Hè. Ik ben niet zo fan ervan. Maar goed, de spotlight is het hele van Orlando Bloom na Lord of the Rings. Dat is wel straf, hoor. Maar aan de andere kant dan zelfs... Natuurlijk een line in sticks als parlay, that's the one. who invented parlay? The French inventors of mayonnaise. Eunuchs, every one of them, snip, snip. Ja, dat is een beetje Mel Brooks, hè? Dat is zo goed, hè. Count de Monet. Ja, dat is zo goed, hè. Count de Monet. Oh, Arizona Dream. Dat was ik al vergeten. Oh. Freddy's Dead. Yeah. Cry Baby. Ja, trouwens, al de slechterikken hebben ook allemaal een Franse naam. Dat is ook altijd wel funny. Zo zeer Brits, maar de slechterik is Voldemort eigenlijk. Ah ja. En Malfoy, als in Malfoy. Dat is ook wel funny om te merken dat veel... Gekke J.K. Rowling, die heeft niet alleen iets tegen transgenders, ook iets tegen Fransen. Ja, maar dat is geschiedenis, hè, Fokke? Die hebben 100 jaar oorlog gevoerd en dat was na 2 jaar eigenlijk al gedaan. Maar de Engelsen vonden dat soepel zijn om die een pak rammel te geven, dat ze dat nog 98 jaar getrokken hebben. Ja. En de Fransen zijn dan in Amerika gewoon helpen tegen de Britten. Ja. Dus dat is geschiedenis. Er is geschiedenis tussen die landen. Zo, goed, terug naar voor de Fantastic Beasts. Sven, vond jij dat goed? Nee. Ook niet. Nee. Ik vond Newt Scamander ook een hoop niks.
Ja, ook allee, ik vond dat ook zo een personage waar ik van denk, ja, oké. Okay, het is misschien... Ja. Het, het enige dat er eigenlijk bijna over te zeggen was, dat je erover kon zeggen, was het was misschien een Gryffindor of geen Slytherin. Maar dan heb je ook niet veel gezegd, eigenlijk. Nee, klopt. Ik ben ook... ja, ik... Hij is Hufflepuff, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Denk het Hufflepuff. Ik denk dat Ravenclaw nog minder bekend vond. Die komen ik ben, bij ook altijd, ik ben altijd kwaad op die acteur, dus ik kan die niet goed zien. En die Redmayne, wat heeft hij misdaan? Die heeft Michael Keaton zijn Oscar gepikt. Boor? Birdman? Nou ja, Michael Keaton zat al klaar. Michael Keaton's Oscar, zat al, je zat al klaar met zijn hand voor zijn envelop, voor zijn speech. En die onnoezelen net die Redman, die gaat dat winnen. Zeg voor die Stephen Hawking, dat is de joke van het extra. Zeg. Je moet altijd een gehandicapte spelen of iets en dan win de Oscars. Ja, maar kijk, als jij een echte dingen, mens speelt of een gehandicapte... En een double whammy is een gehandicapte echte mens. En dan dat is het klaar. Ik bedoel, en een valse neus. Born on the 4th of July heeft op een paar kilo's te veel bijkomen of zo. Dat is ook altijd of extreem veel vermageren. Heeft Tom Cruise hem gewonnen voor Born on the 4th? Nee. Tom Cruise heeft nog geen Oscars. Oh, nee. Ja, dan gaat hij dat hij wat moeten krijgen voor Tropic Thunder. Ja, sowieso. Wel zijn. Ja. Dan Robert Downey Jr. Die... ook trouwens. Ja, Robert Downey was genomineerd hè, voor die rol. Okay. Ja. Niet voor Tropic Thunder. Jawel. Ja? Ja, jawel. Dat zou wel beste barrel. Dat had toch de beste Oscar geweest. Beste Oscar aller tijden. Die had je na moeten teruggeven, waarschijnlijk. Ja, zeker. Als dat personage. Ja. Dat zou helemaal eigenlijk zijn. You people probably decided that I don't deserve this. What do you mean, you people? Zodat hij samen met Milli Vanilli in de bak maar, moet. Dat is al niet zo lang geleden, Tropic Thunder. Maar zou dat daarna nog kunnen maken? Zoals Robert Downey Jr. tegen Joe Rogan zegt... Oh, you could do it. Ja. Alles kan. Of je het gaat doen, is een grote vraag. Heeft erover gebabbeld ook. Hoe heet hem? Jamie Foxx. Ja? Dat hem een film wou regisseren. En daar heeft hem dan gebeld naar allerlei acteurs. En wat hem doet, is hij cast die allemaal in een andere etniciteit dan die van hun. Ja. Dat is zijn joke. Hè? Dus hij moest dan... De ding is, Robert Downey Jr. ging dan een Mexicaan zijn. En hij gaat dan een zwarte acteur casten die dat dan whiteface doet en zo. Dat is waarschijnlijk ook zijn... Hè? En hij kan natuurlijk nog zeggen, hey, ik ben zwart, dus fuck you, ik maak deze film. Maar eigenlijk vond ik dat als statement wel heel funny. Nou, dat je letterlijk zegt, ik ga nu alleen maar... Contra, en iemand dat gay speelt, mag ook niet gay zijn. En iemand dat uber macho is... Hè, moet gazen, zo dat soort dingen. Dat vind ik dan ook weer heel funny of zo. Ja. Ik kan er dan wel heel hard mee lachen. Ja. Dan denk ik, dat moeten we zeker ook doen dan. Zo. Want als... we hebben het wel over het feit dat Robert Downey Jr. dat doet in Tropic Thunder. Maar het feit dat Eddie Murphy het doet in Coming to America is geen probleem, hè? Nee, nu ook niet. Je weet ook niet hoe... Volgens mij heeft hij in de twee ook weer gedaan, hè, toch? Ja. En dat is toch geen probleem? Ik denk eigenlijk dat klaarblijkelijk... er bestaat ook alleen maar iets als whitewashing. Hè. De rest is gender of race swapping en dat is allemaal oké. Okay. Ja. Maar als het andersom is, niet. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Ik weet ook niet waar de regels vallen, want ik... een van de beste afleveringen van Community is in de Dungeons & Dragons aflevering. Mm-hmm. En daar is een van die acteurs voor dat rollenspel zo volledig like, lampzwart geschminkt, omdat hem een dark elf is. Ja. Benoemd van, dude, het is super fout. Wow, ik ben een dark elf. Maar die is ook zelf Aziatisch. Dus die is ook Aziatisch en zwart geschminkt. En die aflevering is niet te vinden op Netflix. Die is er gewoon uitgehaald. I have the box. Ja, maar ik denk van, goh, why? Ik bedoel... Yeah. In het slechtste geval doe je er nog zo'n beeld voor. Van jongens, dit is een beetje een andere tijd. Ja, maar als de mop het zelf benoemt. Het is niet meer gelijk in de jaren 20 dat blanke acteurs Aziatisch spelen en we gaan doen alsof dat ze echt Aziatisch zijn. Nee, dat is ook zo. Hè. Peter Sellers heeft dat zelfs nog gedaan. Fu Manchu. Birdie Num Num. Kagoe. Oh, Birdie Num Num. Fu Manchu ook. Birdie Num Num. Birdie Num Num. Dat is toch geniaal. De party. Wat een fantastische film. Maar heel dat rassending, dat snap ik nou nog wel. Hè? Dat je niet een andere etniciteit speelt dan dat jij zelf zei, tot daar aan toe, tenzij in een komedie waar het de bedoeling is. Hè? Ja. Want bij dingen, Tropic Thunder is natuurlijk meer een kritiek op een pretentieuze method actor dan dat is op iemand dat zwart is. Oké, maar waar zit dan de lijn met Nicole Kidman, die Lucille Ball speelt?
mm-hmm. als Australische. Ja. Ja, nee, maar dat bedoel dat ik een andere ras. Ik bedoel gewoon over ras. Hè. Ik bedoel niet over. Hè, dus dat ik geen zwarte gast speel in een film, dat lijkt mij wel logisch. Als dat een echte film is. Hè. Als ja, ja, ja. Ze er al niet mee doen. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, hè, je moet gay zijn om gay te kunnen spelen, dat vind ik een beetje raar. Hè. Net zoals dat je iemand dat gay is en iemand hetero speelt, ik heb daar geen enkel probleem mee. Of zo. Allee, ik ben dat ook altijd Oscars. Dingen. Ja, dat is dan denk ik. Neil Patrick Harrison, How I Met Your Mother, die heeft zijn carrière gemaakt. Ja. Dat hij een womanizing hetero speelt. Ja, ja absoluut. Dat mag nu ook niet meer dan, of wel? Ja, dat mag eigenlijk uiteindelijk allemaal wel. Ja, maar je voelt wel dat er zoveel gezeik over is. Maar of jongens, dat nu allemaal back on topic. Het had over... Nou ja, misschien we kunnen wel over het hele J.K. Rowling verhaal nog vertellen. Over Harry Potter. Ja, Harry Potter, inderdaad. Ik moest zeggen dat ik heel hard gelachen had met die post van J.K. Rowling, waar ze zoveel shit over heeft gehad. Hè. Dat ging over people who menstruate. Ja. En zij had daarop geantwoord, I'm sure there was a name for them once. Ja. Wompkins, Wimbins, hè. Zo, ik ben niet zeker wat dat was. Wat ik eigenlijk nog goede humor vond. Ja. Want ze zegt niet, het zijn wel vrouwen, hè, maar ze doen het met humor. Hè. Dat ja. ze eigenlijk zegt, het is wel grappig, die hadden toch vroeger een naam. Ja. En nu is dat dan ineens... Hè, nu zegt ook zij is transfoob nu. Transfobe J.K. Rowling, terwijl dat ik denk, zit er dan transfoob wanneer dat je gaat doen alsof dat vrouwen niet bestaan dan? Of wat is dan het idee? Ja, of de, dat transmannen kunnen menstrueren, eigenlijk, ja. basically. Ja. Ja, als jij vindt dat mannen kunnen menstrueren... Dat is toch ambetant als biologie en genetica in de weg staan van ideologie. Dat is altijd een beetje ambetant, hè. Dat is een... Zo, ja. wanneer wanneer identiteitspolitiek biologie tegenkomt, heb je altijd problemen. Dat heb ik gezien met Why the Last Man. Hè? Ja. Waar ze, dat ze in, ja, in het verkeerde tijdperk gemokt hebben, namelijk nu. En dan moeten ze gewoon doen alsof dat die ene man die een overblijft met een Y-chromosoom, hè? Dus alles met een Y-chromosoom is dood. Dus dat betekent ook alle transgender vrouwen, die zijn ook allemaal dood, want die hebben nog altijd een Y-chromosoom. En alle transgender mannen, die hebben een XX-chromosoom. Dus dat zijn eigenlijk allemaal vrouwen. Dus ze kunnen niet mee voortplanten. Dus ze hebben eigenlijk nog altijd wel die ene vent nodig voor voort te planten. Maar je moet nu niet meer zeggen dat het de laatste man is, want er zijn ook een hoop transgender mannen. Ja. Maar dan slaagt heel de titel al compleet op geen kloten niet meer. Ze krijgen het helemaal niet meer verwerkt in het feit dat, ja, sorry, identiteitspolitiek en biologie botst tegen 300 per uur. Het is ook gecanceld, hè? Wordt geen volgend seizoen van gemaakt. Omdat dat ook maar gewoon gecanceld als in het wordt geen volgend seizoen van gemaakt. Ja. Niet alleen dat, is gecanceld in het midden van het seizoen. Hè. Ah, dat was na een paar afleveringen. Ja, ik heb het ook niet verder bekeken. Ik vond het niet goed. Ik vond het niet goed. Want niemand vond het goed. De fans vonden het niet goed. De mensen die fan waren van de comicboek hadden ze weet je, maar, hè, omdat er ook weer meteen zo kregen dat ding van ja, de hoofdrolspeler in een boek is natuurlijk een hetero man en dat kan geen hoofdrol niet meer zijn. Dus je kreeg een soort bijrol in zijn eigen reeks. Waardoor dat je dan denkt, joh, maar over wat God is dan. Ja, en het was ook heel duidelijk dat dat over niks niet meer ging. Waardoor dat natuurlijk ook na 3 afleveringen, denk ik, alle 17 kijkers hadden afgehaakt. Ja. Dus maar goed, dus moet J.K. Rowling maakt zo'n opmerking, die wordt gecanceld. Ik las op een gegeven moment... Is die echt gecanceld? Nou, nee, die schrijft nog dingen, onder een andere naam schrijft ze nog dingen, maar de... mensen die bij de uitgever werkten, wouden de boeken niet meer op de post doen, omdat ze zo transfoob is. Dan denk ik van, ja, maar dat gaat toch... Wat is die echt... Ik vind eigenlijk dat, in mijn beperkte visie, Harry Potter wel een soort inclusieve vibe heeft, juist. Ja, toch niet? Ja, toch? Er zit toch... Ja, maar ja, en het is toch ook niet dat vrouwen er geen belangrijke rol in spelen, dat het allemaal maar ingewikkeld. Het feit dat... Er zit zelfs een rossen in. En ja. Dat is een goeie. Ja. Nou ja, en wel allemaal weten, als die in de zon komen, schieten die in de fik. Ja. En die Hermione, die, dat is een halfbloed, en daar, daar gaan ze voor vechten, dat die wel, maar, snap je? Nee, dat is nog erger, dat is een mudblood. Dat zijn zelfs die beide ouders zijn eigenlijk muggles. Die is nog erger. Die is zo gezegd van een ander ras. Maar ja, daar gaan we dus juist voor vechten, dus die is toch heel inclusief eigenlijk. Ja, ja. En Dumbledore is gay. Dat is dan wel achteraf inderdaad. Ja, ik wou dat zeggen. Dat is een beetje post... Snape is ook gay, denk ik. Ja. Snape gay? Doe ik nou wel.
Ja? Ja. Ja. Gay is oké. Okay. En Snape is oké, okay, en ook een beetje gay. Ja. Dus, heb je... ja, dus... Dus we vinden eigenlijk, niet... eigenlijk buiten al dat gezever, was er nog wel een vraag dat ik wou stellen, omdat ik denk dat er zo ergens in het gesprek gevallen was dat jullie vonden dat er zo een Harry Potter film was die helemaal nergens voor nodig was. Of, dat is de zevende. Ah, dus die bedoelt... Deathly Hallows, Ian. Ja. Deel 1 en deel 2. Ja. Ja. Dat is één film, hè. Kamperen in... hoe noemde jij het weer al, Xander? Oh, kamperen in grijze pap, want... Dat was eigenlijk de originele titel van het boek. Dat was de oorspronkelijke titel van dat boek. Harry Potter en het kamperen in de grijze pap. Ja, maar dat is toch straf hoe dat... Allee, ik weet dat dat de bedoeling is, dus ik ben niet achterlijk, maar het is toch straf hoe hard de laatste film tegenover de eerste film staat. Als de eerste zo compleet met affiche en warme score en een warm beeld tegenover zo wat een grijze, uitgerokken, saaie, kleurloze pap is gewoon... Het geeft wel ook heel goed mijn puberteit weer. Dus dat is alleen, grijze pap. Grijze pap. Kleurloze pap. Grijze kleurloze pap. Aan het begin allemaal heel kleurrijk en mooi. En aan het einde een grijze kleurrijke pap. Ik ging net zeggen, vroeger voelde het kleurrijk aan. Nu is het een beetje een grijze pap. Ja, voilà, dat bedoel ik. Ja. Wat ik ook een beetje vond, of dat vond ik altijd een beetje... hoewel dat zeker... ook een goede film is. Is dat nu... Ik denk dat Order of the Phoenix is, zeker? Want dat is een van uw favorieten. Dat is mijn favoriet. Ja, dat is jouw favoriet. Het enige dat mij daar een beetje aan tegenstak, was het feit dat Voldemort dan terug is op het einde van Goblet of Fire. Ja. En dan heb je nog zo'n hele film nodig waarin dat iedereen weet dat hij terug is, maar niet wil toegeven dat hem terug is. Dat is waar. Dat je zo, dat is een beetje gelijk Bond begins again, Bond is still beginning. Allee, Bond, wanneier gaat daarna beginnen? Ja. Nee, dat doe ik een beetje zo. Dat eindeloos is nog niet bezig, maar na is het zover. Ja, ja. Dat ook een beetje, vond ik. Maar aan de andere kant, ja, dat is misschien wel de laatste echte goeie of zo. Ja. Ik weet niet, maar ik weet ook niet of ik die laatste twee films nu zo slecht vind. Ik vind wel, ja, Deathly Hallows Part 1, denk ik. Ja. Er zit ook wel een enorm mooie animatiescène in, met dat verhaal met die drie broers. Klopt, ja, de uitleg van de Deathly Hallows. Dat is keischoon, vind ik. Dus dat deed wel zo'n aantal stukken, maar het is inderdaad, ze zitten nog maar dan hadden ze ook gewoon camping. Even kunnen uitleggen zo, en dan die film de helft zo kort gemaakt. Ja, het is gewoon gevoeld gewoon dat gewoon een verhaal is om in één keer mee te maken. Ja. En nu heb je gewoon ene film expositie en een andere film actie. Ja. Mm-hmm. Nou, hoop ik niet dat Dune gaat zijn. Nee. Ja, pas op. Dune 2, of dat dezelfde sfeer gaat zitten. Hè? Mm. Ja, nee, dat er wel meer actie in zit. Ja, maar het is ook expositie, hè, Dune 1. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Ik heb wel een goed punt, hè, want de deel 2 is natuurlijk wel veel actievoller. Ja. Er gaat veel meer in. Alleen hebben we in de eerste het wel het bijzondere gehad dat die wereld wordt gezet, terwijl Harry Potter de wereld was al gezet. Ja, daar hadden we deel 7 niet voor nodig. Daar hadden we Deathly Hallows Part 1 niet voor nodig om die wereld te zetten. Ja. Was dat beter gewoon zoals de boek 1 een goede film geweest? Ja. Absoluut. Dat is de slechtste van de hoop. Denk ik wel. Ik denk het ook wel, omdat je... Dat is ook precies degene waar je altijd door moet zitten voor dan om de laatste te geraken. Hè? Ja. Dat hebben ze ook gemaakt, want iedereen weet... Ja, fuck, er komt nog een tweede, want dat ding heette Part 1. En je gaat toch kijken, van wat ga je doen? Niet naar kijken en dan wachten op deel 2? Ja, nee, hè. Dus dat is echt een beetje fans naaien. Ja. Dat is echt een beetje fans naaien en geld kloppen. Ja, ze hebben dat met alles gedaan. Hè. Dat is een truc dat gewoon niet werkt. Twilight is ook in 2 gekapt. Voor Hunger Games. Hunger Games. Hobbit in 3. En ik denk zelfs, wat is dat? Met die Shailene Woodley, dat zijn het zelfs niet afgewerkt, die films. Divergent. Divergent hebben ze de laatste ook in 2 gesplit. En ik denk dat ze de tweede zelfs niet meer gemaakt hebben. Nee, ze heeft niet genoeg geld opgebracht. En ik vond dat eigenlijk wel leuk. Maar goed, dat had een hele grote Logan's Run vibe. Yes. Van Hunger Games vond ik dat niet zo slecht gedaan, om eerlijk te zijn. Die films vond ik echt niet zo slecht. Daar heb ik dat niet zo hard gevoeld, dat twee boeken waren. Dat vond ik meevallen. Nee. Want dat heb je dan ook veel harder met de Hobbit, hè, nadat we toch bezig zijn.
Dat is letterlijk de eerste films in die eerste drie bladzijden van hè? Ja, maar dat is toch... Op het einde van de Hobbit, als je zegt van jongens, pak die vogels in het begin en je zet er. Ja, maar ja, bij al die Lord of the Rings films kunnen dat zeggen, pak die vogels en je zet er. Ja, dat is eigenlijk bij alle films wel een beetje zo. Ja, dat is wel zo. Als je zoiets introduceert als de voice in Dune, kan die natuurlijk ook gewoon zeggen tegen Baron Harkonnen, kill yourself. En die is dood en dat was het dan. Hè. Zo is hij opgelost, 12 minuten. Dat was... Ik ga nu naar Frank Herbert bellen. Frank, ja. Herbert, luister eens een keer. Herbert. Alright, ik denk dat we er zijn. Ik denk dat we lang genoeg gebabbeld hebben over Harry Potter. Misschien een goede vraag. Een goede vraag. Dat is een leuke. Misschien voor Harry Potter freaks en fans is dat ook altijd een hele leuke. Je hebt de Deathly Hallows. Hè? Ja. Dus dat is de Cloak of Invisibility. Hè? Je hebt de Resurrection Stone, waar je dode meesten terug mee tot leven kunt brengen. En de Elder Wand. Dat is zo de uber-oppermachtige super wand is. Ja. Als je mocht kiezen welke van de drie dat je mocht hebben, welke zou dat zijn? Ja. Stone. De Stone, ja? Zou jij dat doen? Voor de dode mensen terug tot leven te brengen, Sven? Yep. Ja. Okay. Ik zou beginnen met Robin Williams. Oh, mooi. Amai. Ja, dat, je kunt er niet meer van winnen, eigenlijk. Als hem daarna zo tegen zei, dat is eigenlijk... Dat is de beste antwoord aller tijden. Ik dacht, de Cloak of Invisibility to go masturbate in beautiful women's bedrooms. Ik zat ook meer in die richting, ja, als we de Robin terugbrengen, dan geef ik Geiren al mijn perverse ideeën op. Ja, niemand de wand waar je alles mee kunt doen. Wat wou jij zeggen, Xander? Nee, ik wou gewoon zeggen van, allee, ja, wat ga je anders doen met die cloak invisibility? Gaat daar niks legaal mee doen, hè? Dan moet je hem hebben voor je katten te schrikken, of wat? Ja, boem! Ook wel funny. Dat is, je moet ook wel dagen hebben dat je niet altijd die pervers aan het doen zit, Xander. Nee, dan dus kunnen we dat... masturberen in een brasserie. En de shit steel. Dat is allemaal te meer in een brasserie. In een brasserie ook. Dat is wel heel goed. Ja. Bij de vrouwen hockeymeisjes gaan gluren of zo. Ik weet het niet zo goed. Ja. Ik weet het ook niet. We kunnen niet winnen van Sven de Ridder. Sven heeft eigenlijk de beste. Hij gaat Robin Williams tot leven brengen. Dan. Terug. Maar wel niet meer ziek dan ook, hè? Dus een gezonde Robin Williams. Je moet hem ook curen wel gelijk. Ja, voor altijd ziek dat je zo nog kei slecht gezien toepa is. Ik was dood, dat was veel toffer. Oh, garme. Ja, nee. Robin Williams. Speelt in Mrs. Doubtfire van Chris Columbus. En dat is de cirkel rond. Ja. Is dat nu zeker, Sven, dat die Cursed Child, dat die verfilmd gaat worden? Daar wordt over gesproken, en dat Chris Columbus er zou interesse in hebben. Ja. Oké. Gingen ze niet eens nog zo'n derde Fantastic Beast maken? Dan moet toch ook. En wel met Mads Mikkelsen. Hè? Ja. Ja. Even less Fantastic Beast. Ja. Echt, mij zo lang geleden ook al die mediocre Beasts. Ja, dat is ook. Ja. Dat is al 3 jaar geleden of zo. Dat is al even geleden, ja. Wat ik daar een beetje van vond, dat ook een beetje die Hobbit-vibe, als in, we willen Kerst zo niet loslaten, dus we gaan zo toch maar wat van die films maken dat in dat universum zitten. Hmm. Zodat het dan ook weer kan uitkomen rond die tijd en dat we er weer wat aan kunnen verdienen. Maar je hebt niet echt nog het gevoel dat dat een reden is om dat verhaal te vertellen of zo. Daar... Ik heb dat Marvel naam, Tony. Ja, toch ook wel, vind ik. Zo. Zeg, Marvel... al die neefreeksen weer, ik van godverdomme. Het begint toch ook een beetje te voelen alsof dat, ja, zo na Thanos het verhaal wel een beetje vertelt. We zijn een beetje Marvel-moe, hè? Ik ook, hoor. Ja, we hebben het wat gehad, hè. Ja. Nu, die nieuwe Spider-Man, daar ben ik nog wel... Dat wil ik nog wel zien, ja. Voilà. Ja. Ja. Ze hebben gewoon nog geen film gemaakt dat iets doet. Alleen bedoel, Shang-Chi is de max. Ja. Black Widow is nutteloos, Eternals is saai. En nutteloos. Mm-hmm. Dus ik denk Spider-Man gaat redden. Ja, Spider-Man gaat het sowieso. Maar Spider-Man Doctor Strange, redt laten we hopen. En dat Doctor Strange. Misschien ook nog wel een leuke zin. Maar het is wel allemaal een Blade en zo. Hè. Dat komt er ook nog allemaal aan. Maar je hebt meer in gevoel. Dan nog die reeks. Dat is zo. Ja. Ja. Ja, maar ja, goed. Dat hoef je niet te kijken. Fantastic Four, dat is het enige waar ik echt nog naar uitkijk. Dat er een goede Fantastic Four film komt. En dan... Het ding trouwens van Fantastic Beasts heet The Secrets of Dumbledore. Ja, wat gaat dat geheim zijn?
Had hem een stapje uit de toverkast zetten. Die haalt zijn toverstokje ergens uit. Nou, dat heb je nog nooit gezien. Ja. Dat is echt, misschien blijkt hij ook transgender te zijn, want dan mocht ze het ook nog een beetje goed voor al het volk waar ze ruzie mee heeft nu. Dumbledore. Zou ook nog wel tof zijn. Dat is Jude Law, hè, ja. Jude Law. April 2022. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Eigenlijk al redelijk snel. Weer die afschuwelijke David Yates dat daar regisseert. Ja, ja. Wie die heeft 5, 6, 7, 8... Die laatste Harry Potters. Ah, oké. Okay. En Tarzan. Ja, en die hele slechte Tarzan ook. Ja. Die Tarzan met True Blood. Met True Blood vampier. Ja, is die slecht? Ik heb dat nog nooit gezien. Is dat niet goed? Dat is geen Grace. Is dat die met Christoph Waltz? Ja. Ja. Die is niet slecht? Oh, Sven. Allee, ja. Iedereen weet dat scheid goed vindt dat meestal. Geen Greystroke, Sven. Nee, dat is waar. Hè? Highlander als Tarzan is beter, hè? Ja. Greystoke is een goede film. Dat is een topfilm. Een goede film. Wat vonden we aan de list een bom, trouwens? Ik heb nog niet gezien. Niet gezien. Mannetjes. Ik ben de enige dat die je gezien heeft hier van ons. Ja. God damn it, man. Ja, nee. Ik ben een beetje ontmoedigd door dat hij oké is, maar. Allee, als een maar oké, dat schijnt. Ja. En ook dat het zo lang is. Ik heb gewoon geen zin om 3 uur in de cinema te gaan zitten. Ik vond dat wel goed. Ik moet echt zeggen dat ik dat goed vond. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het heel graag zien. Ja. Ik heb die van Ridley Scott niet gezien en die is van mij uit. Vind ik de beste film van het jaar tot hiertoe. The Last Duel, is dat die? Is dat nog in de cinema? Ik heb het gezien. 1 december op Disney+. Oké. Okay. Ik heb Ghostbusters gezien vorige week, dinsdag. Hoe was die? Was dat goed? Niet spoilen, maar het schijnt ongelooflijk te zijn. Ja, kijk, als de grootste kritiek is van de recensenten, het is te veel fanservice. Ja, dat telt niet bij mij. Nee, natuurlijk niet. Recensenten moeten naast stilletjes aan gewoon inzien A, dat die geen kloten over films weten en B, dat die heel graag dingen recenseren waar niemand naar gaat kijken. En dat begint een beetje zo hard op te vallen dat het niet meer leuk is. Hè? Dat je echt voelt van, je kan toch in een ene recensent zijn eigen oog serieus nemen en wel ons vertellen dat die een all-female Ghostbusters een goede film was, maar dat deze kak is. Nee, Nee. Dan denk ik, voor al de fans gaat deze beter zijn. Dat weten we sowieso. Sowieso al. Allee, omdat het al gemokt is door iemand die een reet geeft om die franchise. Ja. Wat ik al tof vind. Ik ga vrijdag naar The Last Duel kijken, want dat is de laatste mogelijkheid dat er... Het is de very last duel. Duurt ook goed, wel 2,5 uur. Ja, maar het is echt goed. Ik vond Ghostbusters goed, ondanks dat ik een rij voor Dimitri Vegas en Anouk Maton zat. Je hebt dat gezien, die foto. Dat is ongelooflijk. Vertel. Ja, dus ik zit bij die avant-première van Ghostbusters Afterlife. Ja. En ik hoor zo'n dude achter mij doorkomen en neerzetten en zo van die klapverkoop. Ja, ik ben juist bij de regisseur geweest, super chill gast. Ik heb gezegd, ik acteer ook, dus wil ik eens afspreken in Los Angeles. En ik dacht al van, oké, welke rantebiel praat zo? Dat kan niet zijn dat dat een journalist is. En ik draai me om. En achter mij zit Dimitri Vegas aan Anouk Maton. Die vervolgens... Anouk Maton heeft nog nooit Ghostbusters gezien. Dus ik heb die halverwege de film, als de mini Stay Puft Marshmallow Man's opduikt, moeten zeggen, is dat Casper? En ik zweer het u. Een volledige rij van mij en dudes gekleed als Ghostbusters en allemaal achter zich gekeken van, meen hij dat nu? Echt? Wat zit er hier te doen? Ja, dat is Casper. Dat is Casper. En die hebben hun rij keihard walgelijk achtergelaten. Dat was Sven bedoeld. Weet dat, zo popcorn en al andere shit achtergelaten. Ondanks dat die VIP-plaats zijn en dat irriteert mij mateloos. Ja. Diezelfde en ook met Tom, die kwam naar de première van Red Sandra voor de foto. En die is na 2 minuten terug buiten gegaan. Ja. Oh, dat is ook altijd goed. Hè? Zo gewoon niet eens de moeite nemen om die film te kijken. Oh, ja, maar de wel voor de rode lopers. Wel de rode lopers. Ja, wel in de boekjes zullen staan. Heel grappig. Ja. Wie is dat eigenlijk? Ja, ik ben weer... Opa is weer niet mee. Dus, deze ook. Opa is ook niet mee. Oma is ook niet mee. Opa en oma zijn niet mee. Naar wapenfeit is dat de vrouw is van Dimitri Vegas. Oké. Die heeft een realityprogramma op PTM 2 gekregen. Ja, dat moeten zien. De eerste 2 afleveringen moeten zien. Ik geloof het niet. Oké. Ik denk dat ik belangrijkere dingen te doen heb dan dat. Ik dacht dat ook, maar ik zit toch blijven hangen. Ja, nee, dat is zo... Dat maakt de verhulstjes weer interessant en kleurrijk. All right.
Alright, ja, ja. Alright. Ik heb hier juist gezien dat ik toch nog naar de Last Duel kan gaan. Alright. Jongens, bedankt om met mij bijna 2 uur over Harry Potter te kunnen lullen. Het was zeer gezellig. Ik denk dat we ja, ik ben ook... Ik ben een tovenaar. Kun je nog iets met je toverstokje? Of, Dank ook aan alle mensen die mij getekend hebben als Harry Potter. Heel erg grappig. Ik had daar weer zo af en toe vraag dat. En er waren heel veel mensen die dat gedaan hebben. En een grote dank aan Tom met de penningen, die mij ook getekend heeft. En dat is het icoontje van de aflevering. Superleuk. Jullie enorm bedankt. Mijn andere gasten bedankt. Iedereen bedankt. Ik bedank iedereen. En de hele wereld is bedankt. Yeah. Maar vooral Xander de Rijke, Sven de Ridder en Alex Agnew. Gentlemen, thanks. Expelliarmus!